The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh. ik ben hier aan je te verzorgen. Als het ergens over moet gaan. Zend de bestaan. Not the vijf. Rimmels of kum. Minder dan Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA. De vorige passage van onze teergeliefde gast heeft ervoor gezorgd dat we tot op de dag van vandaag nog steeds van over heel de wereld. Koeken toegestuurd krijgen. Hij is stand-up comedian, acteur en een van de vooraanstaande wereldautoriteiten op het vlak van de zoete Koek. In 2014 won hij zowel de Culture Comedy Award in Nederland als Humo's Comedy Cup hier in ons land. Hij werkt ook regelmatig achter de schermen bij Woestijnvis, wanneer hij niet in programma's als de ideale wereld op het scherm zelf verschijnt. Vanaf 27 oktober staat hij dit jaar in alle zalen met zijn nieuwe comedy show Questie van Smaak. En als acteur staat hij bekend van glansrollen als jongen met boekentas in de Studio 100-reeks Het Huis Anubis en de treinconducteur in de film De Collega's 2.0. Maar nu heeft hij zelfs een hoofdrol te pakken in een reeks die hij zelf schreef. Op streams te zien Doe Zo Voort, waar hij dit keer zonder ironie echt een glansrol neerzet als leerkracht lagere school. Daarnaast is hij. Uh, eigenhandig verantwoordelijk voor de heropwaardering van de koek in zijn sensationele online hitreeks De Standaard Koekhandel. Op 11 mei wordt het vijfde seizoen, trouwens integraal, vertoond in avant-première in uh, Kinepolis, waar ook nog allerlei goodies bij horen. En uh, ik denk uh, zelfs een steun aan een goed doel. Daar gaan we hem alles over laten vertellen. We zijn blij om hier weer samen te zijn, al is het niet zo goed voor onze lijn. Welkom Lucas Lely. Dag Alex, oh, wow, hey, de ego boost om hier te komen altijd. Goed, goed altijd goed. Jij Jam. vertelde net dat de laatste keer dat jij hier zat, dat je Gezien het en dat je zei aan toen stond ik strak. Oh ja, dat is, dat is vreselijk. Hè? Ik, ben, ik ben een, een jojoer en dan zijn ja. oude foto's soms zo, zo vreselijk. Ik stond echt op mijn hoogtepunt ja. en mijn laagtepunt qua gewicht vorige keer. Het was toen uh, op afstand met de webcam. Ja, ja. En Ik keek onlangs vandaan en ik dacht: Wauw, Lucas, toen was je er, toen was je klaar. <laughs> toen was natuurlijk corona, dus niemand heeft mij ooit in een t-shirt gezien toen. Dat is heel tragisch. Ja. En het is allemaal om zeep nu, jongen. Dat Het was, is volledig er... om zeep. Ja, inderdaad. Oh, Leesie, met haar me zitten, man. <laughs> ja, ja. Prachtig. Kom aan, Lucas. houd het vast. houd het vast, alsjeblieft. Oh, de kaaklijn. Dat wordt ik echt. Oh, jongens, toch. In de zon. Oh ja, oh, ja vandaag is de zon ook weg uh, maar ja dat is, je blokkeert hij natuurlijk ook Ik ga de burst op eh, man dat is verschrikkelijk nee we zijn er veel bij gekomen oh, dat... ik, ik ga zeggen uh, daar zie je mij uh, ja. ik denk wacht, het, het gewicht ik denk dat we toen toen zat ik aan 105 ja. 105 en ik zit hier nu voor u ja. voor u Alex ja. Met, oh man ik ga het zeggen 125 niet oh 125 20 kilo meer maar ja. voor de mensen die, die u nog nooit in het echt gezien hebben je ziet ook kilometer 61. Ja, ik ben 5 ja. meter, dus het valt wel meer. <laughs> dus uh, voor de mensen thuis. <laughs> ik ja, ben niet ho dat... hoog genoeg nee, om dat te veranderen. Dat is wel waar. We ja. hebben een gat in de grond gezaagd, die is een benen rusten <laughs> op de vloer van het verdiep hieronder. Dus, ja, ja. Uh, een uh, een ranke van 3 meter. Dat, dat, is, ik, uh, dat is wel ja. waar, ja. En, uh, oh. en wat is er gebeurd, Lucas? Wat is er gebeurd? Happened, wat is er man? Man? Wat suiker is gebeurd. Oké. Okay. Nee, het is een slippery slope. Hè. Dus je ziet daar, hè, mijn hmm. ogen, het leven is mooi. Hè. Ja. Niemand kan me, kan me raken. <laughs> en dan ge, uh, het, 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 uh, ja, het, het begint klein. Het begint, klein, het begint, denk ik, met gewoon af te wijken van de maaltijden die je u voorop zet. Ja. Een klein uh, koekje hier en daar. Hè. Ja. En dan, uh... Deze is zo'n goede YouTuber, want je zit aan het beschrijven. En die is een ander Lucas, is precies waar, aan het uitlachen zeg. Ja, maar die ja, ja. zei: ja, ja. jij dat je daar zit. <laughs> Wat heb je gedaan? Kijk, misschien over enkele jaren kijk ik als weer prachtige ranke man ja. naar deze beelden, ja. of als nog dikkere man. Dat, dat, kan ook. dat je dan eigenlijk zegt, ja. oh, het viel eigenlijk nog mee, 120 keer Daar moet ik eigenlijk nu mee bezig zijn. Van, ja. Het kan nog erger. Ja. Het kan nog erger. Ik, eh, dat is toevallig trouwens, want bij de, bij de reeks die we hebben opgenomen, Doe Zo Voort, ja. we hebben we dat in twee delen opgenomen. Ja. Eentje in uh, augustus en eentje in november. Hè. Mm. En ik stond al in augustus... Het was al ver misgelopen. En we nemen de helft van die reeks op. En uh, ik denk bij mezelf: ja, Lucas, je moet oppassen nu. Hè? Je mag niet vermagelen. Ja. Want dan is het niet meer hè? De, de continuïteit van de reeks. Hè? Stel dat ik daar nou nu in sommige sketchjes uh, als mezelf zit. en dan andere sketchjes magerder. dat gaat niet werken. Hè? Mm. Dus ik zou heel trots tegen je ja, ik, ik mag nu niet te veel opletten. Je mocht niet te veel vermagelen. Ja, dan moest ik, dat was echt. Ik moet op, want in november moet ik nog de helft opnemen van die reeks. en het moet perfect kloppen. Mm. Je voorspelt al wat er gebeurt dan, dus ik was dan vijf kilo zwaarder in november. Hmm. Dus voor de mensen die de reeks bekijken, je kunt misschien altijd, uh, dat is een leuk spelletje dat je kunt spelen. Waar ben ik vijf kilo zwaarder dan in de andere uh, uh, oudercontacten? Dus uh, ja. als je ergens een extra kindspot. Uh, dan kan het zijn dat dat in november is opgenomen. Dus ja. uh, dat is misschien een andere dimensie om te kijken. Zie je de geit zelf? Heb je de geit direct door waar dat het is? Ik, of ik niet? Denk, ik denk het wel. Ik, denk dat, ja, ik ben natuurlijk ja. bevoordeeld omdat ik het weet ook echt. Maar ik denk dat ik het zou kunnen, uh, kunnen spotten. Oké. Okay. Uh, natuurlijk, in de reeks ga ik heel veel. natuurlijk De, 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 de typische die old nek uitrekken helpt altijd. Hè. Ah ja. Dus ah, dat, is een, nee, dat is nou wel een goede nek, nek ja, dat ja. Is op letten, De ja. nek Camera ja. boven oog, ooghoogte. Ook een klassieker. Ja. Hm? Maar dit, dit lijkt me strekker, Lucas. Uh, oh wel, dat is waarschijnlijk de, de magie van. Ja, het is post-productie allemaal. Hè. Dat is dus allemaal. Uh... <laughs> dat, is dat is eigenlijk een magere acteur in zo'n bolkenspak, Rijksmietel. Like <laughs> uh, en dan hebben ze mij digitaal <laughs> erop gezet. Uh... Dus, uh... Het is echt goegabaul wat ze zou, mij. Het zou, zou wel cool zijn <laughs> dat je dan zo mega strak gespierd <laughs> live hebt. En iedereen. Maar je denkt echt getraind voor die rol als leraar ook. Dat past er wel een klein beetje bij. Hè, dat je zo... wat, is, wat is zo de. Um... Wacht, hè?

en de persoon die houdt van gelaagdheid zou kunnen zeggen dat dat de kleur is van het klassieke schoolbord. die vroeger in onze klasse stond. Uh -huh. Maar ja, niemand denkt door wat hij wil. dat, is, ook, is dat, uh, <laughs> dat uh, op voorhand bedacht? Of uh, is dat iets waar nee, nee, jij nee, nu al denkt en denkt: het mooie, Nou, komt dat mooi over? Dat heb ik in het rits geleerd. Je maakt gewoon wat je gemaakt en achteraf bedenk je heel goede betekenissen voor alles wat je gedaan hebt. Of als iemand afkomt met een kei-goeie betekenis, zegt hij inderdaad exact, dat is exact dat, wat ik bedoelde. <laughs> dat is mooi dat je dat gespot hebt en, en zelf denkt: What the fuck? Dat <laughs> de stand-up Alex eh, achteraf ja. ja vooral dat vond ik goed ja, ja ja dat is, ja, ja, dat is ja, ja, wat ik deed ja, dat, ja, dat is, is inderdaad <laughs> he, over wie dat, dat ging ook uh, ne, ja ik snap het oh man ja. het is wel het is een uh, trouwens ja het is te zien op streams maar het is een, een streams, ik, ja. ik heb mij er keihard mee geïnteresseerd ja als het hele komt horen want, uh, nee maar dat is, dat is ook Het eh, zijn, zijn korte afleveringen ja, het is ja, ongeveer 10 à 13 minuutjes allemaal zoiets Dikker, acht, eh, acht afleveringen het is, het is eigenlijk het zijn um, het, is, het kijkt heel gemakkelijk weg, mm -hmm. hè? maar het is wel... Wat ik heel knap vond, ja, de insteek is natuurlijk al geniaal, een ouderavond. Hè? Ja. Dat is iets dat zowel uh, voor, voor ouders als voor leraars zo'n soort noodzakelijk kwaad ja. is. Zo. Je moet daar naartoe en al. je moet daar door. Veel mensen hebben aan die lage bankjes gezeten. Ja, en je hebt ook iets heel, heel mooi gezegd, vond ik wel. Dat is dat je dat zegt uh, over... over uh, ouders en kinderen, dat die hun kind allebei op een totaal andere ja. manier kennen, maar dat die dan op dat moment elkaar tegenkomen. Ja. Toen mensen wel denken soms aan, als je met Mate onderweg zet s avonds en hij komt zo schoonfamilie tegen of zo. Ja. zo. Niet dat er iets kan ontdekt worden of zo, maar dat, dat, vo, maar dat, 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 dat zijn twee verschillende werelden. En dat komt dan zo wat, ja. zo wat samen. En, uh, en ik, uh, ik herkende dat als ik met mensen uh, praat over oudercontacten. En mm -hmm. uh, vooral als, uh, als kind. Ja. En ik herken dat gevoel zelf ook van. Gaan die, die gaan notities vergelijken. Ja, <laughs> zo dat gaan. Zo, ja, je zei natuurlijk daar, daar, in de klas met je maat en zo. Gij, gij doet je doet die veel koeler voor ten eerste, doet je doet die veel stoerder voor. Mm -hmm. Allee, zoals was bij mij toch. Het helpde, het hielp niet, mm -hmm. <laughs> maar ik probeerde het toch. En, uh, dus dat is wel een leuke, leuke spanning of zo. Mm -hmm. uh, Want wat, wat, wat was het idee? Was het eenmaal uw idee? Ja, ja, ja. ja. Mm -hmm. En was dat iets dat? Dat je, dat je al lang had broeien in je ja, hoofd? het is vooral... Uh, ik merkte uh, via Ideale Wereld, dat als er sketchjes waren over het onderwijs, dat dat, een van, dat is echt was een lont om in een, uh, in een vat te smijten qua comments. Ja. Uh, daar, re, daar kwam heel veel reactie op altijd. Mensen hebben daar sterke meningen over, over het onderwijs. Dat is echt mm. zo'n voor- en tegenbeweging of zoiets. Dat is, ja. Als het woord vakantie valt, dan ontploft de boel. Ja. En ik, dus ik merkte dat daar, dat daar uh, zo een spanning op zat, op die relatie tussen... ...onderwijzers en, en, en mensen die, er, die het iets minder gelegen zijn, de job. Mm. En ik dacht, dat is wel leuk, die komen elkaar tegen uh, in, in zo, tijdens een oudercontact. Dus uh, veel voer tot, uh, tot ruzie en uh, spanningen. Maar, oh, ja, toe en drama. Ja, want hoe begin je eraan? zeg je begonnen vanuit de eigen uh, dingen dat je hebt meegemaakt... Uh, ik, heb, ik ben zelf alleen, uh, nog maar alleen kind geweest, ik heb nog niet aan, als ouder of als leerkracht aan de tafel gezeten. Mijn moeder heeft wel, uh, is net op pensioen en heeft heel haar, haar uh, carrière in uh, het lager onderwijs gestaan. Uh, maar, um heeft hij u geholpen eigenlijk? Heeft hij zo dingen verteld van? Dat uh, was nou typisch iets dat ouders kwamen zeggen ah, well, of... Je moet niet rap uh, rond. Ay, onderwijzers zijn overal hè? Ze lopen onder ons als ja. gewone mensen. They look like normal people, Zeker. but they are not. <laughs> op straat. <laughs> en ja, dan, dan uh, je moet niet veel uh, vragen om heel veel anekdotes te krijgen van ja. uh, onderwijzers. Dus, uh, en, ja. het zijn, en het zijn er veel, dus het was, uh, het was makkelijk om inspiratie op te doen mm. uh, uh, bij, bij leerkrachten en ook bij, ook bij ouders soms die dan uh, ik weet, ja, je hebt ook al wat autocontacten al achter de rug. Zeker? Of, uh... Ik heb er uh, een paar gedaan en de laatste die ik gedaan heb was eigenlijk een redelijk memorabele. Want mijn, mijn dochter zit op een, op een Steiner-school en die bezien uh, oudercontact toch precies als. Dat is niet dat ding dat je vroeger in de lagere school had. Dat je gaat zitten en je zit eigenlijk op en al tien minuten daar als het al veel is. Ja. Meestal als het goed gaat met je kind, wordt ook gezegd dat ja, het zijn allemaal goede punten en ze werkt goed mee in de klas. Ja. En, hè, dat is wat je ook hoopt, natuurlijk. <laughs> dat je er zit en denkt: oh, het is allemaal fantastisch. Allee, ja. dat was het dan. Ja, saluk ja. ja. Of dat je af en toe eens een vraag kunt stellen tot daar aan toe. Ja. Want je hebt natuurlijk niet altijd een idee hoe dat je kind zijn eigen gedrag in de klas. Ja. Maar Steiner, die hebben natuurlijk ook nog zo'n soort halve filosofie dat daar aan vasthangt. Hè. Ja. Dus en mijn, mijn dochter gaat volgend jaar naar het derde middelbaar en dat is voor hun is dat een, een overstap. Oké. Okay. En dan gaan die uitleggen aan nu wat die een overstap is, mm -hmm. maar dan doen die ook zo'n soort. Um, idee over uh, een kind uh, zit op die leeftijd ongeveer in die fase en dat is dan okay. zo en zo en ja. zo en je zit er zo naar te lusten en je denkt ja ik, ik weet wel hoe dat mijn kind is want ja. ik leef daar eigenlijk mee samen maar het is tof dat je het zegt maar ja. dus ik ben ja ik ben ook al verschrikkelijk ongeduldig dus je zit daar in zo'n soort aula dan doen die eerst een uitleg en dat duurde al meer dan een uur. Hm. Wow. Dat is lang, hè? Amai. Dat is op een, dat is op een, een, een weekdag. Ja. Dus je hebt al een dag achter de rug, je moet daar om acht uur zijn en je toort, het is negen uur en dat is hier nog niet gedaan. Wow. Ja, nu gaan we naar de klas en dan gaan we specifiek vertellen wat, er, wat ze nog allemaal gaan doen dit jaar. Dan gaat er naartoe en hij is nog meer dan een uur geduurd. Maar je voelde ook op de deur in en die kast... En jij klas. alleen? Nee, nee, nee. nee, nee. nee maar... Dat was met een heel kast ja, En je eh, mocht aan ja. vragen stellen, maar trust me, na twee uur, als er nog iemand een vraag stelt die je wilde dood. Ik de i Zo, en van en zeker als je het gevoel hebt van het is nog een vraag ja. waar het nog even duurt voordat we het antwoord erop krijgen. of... He, want, want die beginnen dan dat ging dan over schooluitstappen ja. en dat is ook heel veel met die scholen dat ouders dan zowat wat moeten bijdragen of moeten meehelpen en dan is dat ook zo ja en hoe gaan we dat dan doen en moeten we dan een groep op he? en je zit daar al zo van ja, maar het is nu al tien na tien zo, ik zit ja. hier al twee uur en tien minuten we gaan nu naar zo. huis I don't care, zit ja. het <laughs> He, dat dat, zet het op mail. Zet het op mail en dan ja, negeer ik het ja, volledig. Ja. Maar, maar dat is echt. Ja, dat, is, dat, is, dat, dat vond ik waanzin. Want ja. dat had ik nog nooit meegemaakt nee, nee, nee. met een ouder contact. Ja. Dat dat zo lang duurde. En ook vooral dat je. Een, 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 uh... want de laatste keer dat ik dat had meegemaakt was dat tijdens het Zoom tijdperk. Mm. dus dan kon dat toen nog eens zo uit dat beeld gaan hangen en zo van hey, het, 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 het. maar toen was het dicht. je moest er zitten en je moest blijven kijken en dat duurde verschrikkelijk lang mm. dus ja ik weet het niet heb je de, de, de geil ouderavonden van June meegemaakt uh, Andries? Ja maar ja uh, maar dat komt ja dat is dan dan kunnen ze soms niet zo snel mogelijk buiten hebben, hè? want ja. misschien een vraag terugkoppelen, je hebt veel oudercontacten, is er eigenlijk niks. Hè? Zo, zeker in de lagere school, ja, iemand dat 99 is of uh, altijd braaf is, ja, je hebt ook ouders die dan zo te lang dat opnieuw willen horen. Ja, ja, ja. ja, inderdaad. ja. Of, of, of het zaakje toch niet vertrouwen. Zo. Ja, ja, ja. En, dan, ja, ja, en zo ja, blijven zoeken tot, tot, er, uh, tot er toch iets van veiligheid naar boven komen. Zo. Ja. wat dirt. Want je wordt bezig over je moeder. Was u, wat vond je moeder van de reeks eigenlijk? Ja, ze was heel tevreden. Een beetje bevoordeeld natuurlijk, aangezien het mijn moeder is. Mm -hmm. Maar ze had wel, en dat is typisch uh, leerkrachten ook zo. Uh, gelijk dat je zo bij, bij, bij ruimtefilms. dat er altijd wel de wetenschapper tevoorschijn komt van ja, ja nee, die, dat, takje, <laughs> dat takje zou niet, die en die, die, dat, die ha dat haartje zou eigenlijk naar die kant uh, gericht zijn. Ja. En ze kwam meteen af met bepaalde zaken. Bijvoorbeeld, blijkbaar in de reeks zit er een scène waar dat er punten worden gegeven op een, op een knutselwerkje. Ja. En dat is dus gedaan. Hè. Dus ja. op het creatieve worden geen punten gegeven. Blijkbaar dat is blijkbaar echt. Mm -hmm. not, not don ofzo, of dat of dat is al lang uit het, uit het lager onderwijs. Want, en zo kon ze wel een paar dingen benoemen dat ze ja, want, dat want, gebeurt. Want, want elke vorm van creativiteit is nu eigenlijk goed, of zo. Dat, dat wordt niet meer gequoteerd. ja ik, ik weet niet wat dat ja. de achterliggende gedachte is. Maar in ieder geval een, een, een tekening of zo. Uh, uh, ik ga meer over je best doen, denk ik. Ah ja, oké. Okay. <laughs> ja. Even nu, voor, ik, voor al mijn meningen over het onderwijs uh, die ik ga planeeren nu. <laughs> ik heb niks te maken met het onderwijs buiten de fictionele wereld die ik gecreëerd nee. heb. <laughs> Even... Uh. Maar, het, maar, het, maar het was, het was niet dat het bepaalde... Want er zitten een aantal klassie... Waarom is de reeks, reeks zo leuk? Omdat... Ja, iedereen dat kijkt, heeft wel minstens één ding meegemaakt. Ja, ja mm -hmm. zeker. In de eerste aflevering, die, die uh, de briefhouder, ja, het ja. met, dat, is, dat heb ik gemaakt voor mijn vader in de tijd. Dat was een Iris karton. En, en ja. la, laat je gaan. En dan heb je keer naar de papa. Ja, en dat is ook het ding, want als je zo kinderen hebt die naar school gaan, je krijgt constant van die stuff. Ja, ja, ja. En dat is ook wel een beetje de vraag van, nemen dat dan heel serieus en zeggen we, ja, wat moeten we hiermee doen? Waar moeten we dat zetten? Ja. Maar dat is wel dat gevoel dat je hebt... Nou, knutselwerk, zoveel. En die, als die heel klein zijn, dan vinden die dat ook heel belangrijk dat je dat houdt. Ja, want je kunt ook niet scaren nee. Dat zijn hier ga je hier Ja, zo, dat gaan. je dat pakt en zo de vuilbak in <laughs> gooit. Terwijl dat je in zijn ogen kijkt. Ja, dan ja. weet je ja, dat dat therapie voor de komende tien jaar. Dus dat wilde ook niet. Maar er is wel zo'n moment. En die vinden dat ook allemaal super belangrijk. Dat dat dan op een iets te prominente plaats in mm. de living ook moet staan. Ja. Zo, dat zegt, ja, in plaats van dat beeld waar je geld voor betaald hebt, dan moet na op cijfer zo'n wc-rol met een in de kop op. Waar je van denkt, joh, ja. die is eigenlijk gruwelijk. <laughs> zo'n Niemand wil dat, dat in de living zien staan. En hoeveel keer kun je een steen krijgen met. Mijn papa is een kei? Ja. Allee. <laughs> is het is grappig, want dat, die kende ik ook al van de anekdotes. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ik had zo'n zo geboetseerde peer met. Mijn papa is een toffe peer. Wow. Zo, en die heb ik nog altijd wel. Maar, uh... En heb je een systeem van. Om, als de kwantiteit wat. Groot wordt op de stiekem wegsmijten, man. Stiekem. Dat is de truc. Wegsmijten. Middernacht sta je op. Ja, ja dat is, ik zet er mijn wekker voor. Dat, eigenlijk... dat is ene keer in de maand: is het onnodig een brol wegsmijten. Zo. Dat, alle vaders, dat is echt een omhaling van, de, van die vago. We ja, bellen van de... dan ook allemaal naar elkaar en zo. Er ga nog stuff liggen. Maar er is een selectieproces. Hè. Het selectieproces, hoe ik het hier zie, is uh, uh, de grootouders. Mm -hmm. Dus de grootouders zorgen wel voor een deel van de selectie. Ja. dat wil dat er uh, een bol weg is. naar hen gaat. Ja. Dan heb je meestal een verzamelplek waarin dat alles inkomt. Mm. Hè? En dat is eigenlijk een beetje het uitstelmoment. Ja. Dat is zo de freeze van... Uh... Ja. 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 Dat is de ja. spaghetti-saus van drie jaar geleden. Ja, 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 de ja, garagebox ja. die je gehuurd hebt. De ja, ja, uh, ja, ja, shure voilà. ja, ja. En dan, exactly. <laughs> en dan is, het, is het een keer dat je opruimt thuis. En dan heb je zo. Allee, ik heb dat dan met, mijn, uh, ja. eh, met Sabrina echt genoten. Dan is dat even naar elkaar zien. En dan is dat zo een minuut verantwoording. En dan is dat. Oh. Ja, het is niet dat ze er zelf nog naar zou gaan kijken. Hè? Ja. Ja, we kunnen niet alles bijblijven en dan is het weg. Hè? En vooral, ze je... is hier nu niet, dus... Ja. Ja. <laughs> en je garandeert een dag dat je dat ding weggooit, vraagt iedereen niet eens nog. En dan denkt ah, shit. Waar is mijn peer, papa? Ja, zeg, vind ik, heb jij dat nog altijd? <laughs> dat heb ik nog altijd. Dat ligt nog altijd op mijn ah, bureau. Kijk. Maar dat is een van de weinige dingen die ik heb bijgehouden. Maar wat wel het coolste is natuurlijk, ik heb een iets ouder uh, kind dan de meeste mensen in mijn vriendenkring. Dus die, de dingen die hij nu maakt of, of zo, die zijn cool. Ja. 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 Dus als die nu mee iets afkomt en die zegt, ja, ik heb tekeningen gemaakt in mijn schrift of zo, dan zijn dat grave tekeningen ja. en dan denkt hij wel, ah, oh, zo, dat moet je moeten niet zo. Wat... Ja, maar het is kijk knap, schat, ik het er wel dat je eigenlijk denkt, oh, Wat, ja, nee. ja. Maar he, maar wat ik... alle ouders doen, hè, geplakt dat ook. Dat moest ook in eens allemaal plakken op de, op de koelkast. Mm -hmm. Maar aan een tijd. Ja. Je dat dat ook gewoon gat. Ja, kan geloven. Maar dus, het, is ook, wel, het ja. is ook wel, in de reeks. Het is leuk, het is een lagere school, hè. En ja. lagere school is wel. een... Ne... Je oppassen wat ik zeg, maar een, een, misschien schonere tijd. Je de kleuterklas, denk ik dat dat echt de pure onschuld nog wel is. Ja. Lagere school, denk ik dat je 50-50 nog. Het middelbaar is voor veel mensen een hel. Hè? maar ja. lagere school ja. zeker zo het is 2 B in de reeks ja ja uh -huh. amai. ja, ja. ja ga ze 2 B ja. bij mij was dat meester Mark trouwens um. bij mij was dat meneer Macharis ah in Zod... een voornaam bij ons was dat voornaam nee 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 lagere school, school. Lager, amai. nee nee ik kom het een ik kom uit een andere tijd zijn de mannetjes lagere Echt? school was, uh, was de achternaam ja meneer in de achternaam hoe dat is een voornaam ik heb nooit geweten hoe dat is ah, ja je zei 85 80, dat is waar. In mijn kop wel in de klompen, maar, uh, in de klompen uh, ik word wel 50. Uh, Jaar. Dus het is nog niet dat ik, ik, kreeg nog net niet met de regel op mijn knokkels, maar dat hadden ze nog maar een jaar afgeschaft ja. ofzo. Ah wel, maar ik denk dat elk toch jaar zo dat je teruggaat wordt het veel erger, denk ik. Ja, het is ook vooral dat je moet scrollen naar je leeftijd online tegenwoordig, dat dat zo begint. Rrr, ah. rrr, dat gevoelt, ja, het is al niet meer, die zal niet meer tien jaar nu. Het is, uh, dus, dus ja, nee. Zet jij nog, heb je nog een, een fysieke straf gehad in de school? Nee, maar ik had nog wel leraren die dat deden. Is zo? Ja, nou. ik, heb ik, ook... gemaakt, ja. Ik, ik heb dat wel ja? meegemaakt. Ik ja. heb dat wel meegemaakt, ja. ik heb nog ja. 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 Zien. Maar dat is jaren, jaren, tachtig. Uh, ja, jaren tachtig. In de jaren ja, ja. tachtig de directeur deed dat dan. Hè. Ja. Ik heb nog wel iemand. Uh... Ik heb ook een leraar geweten die uh. dat deed. Ik heb er gewoon zelf nooit klop van uh. gehad, maar ik heb er wel andere maar gasten. Ik, maar, even... on, maar onze ja, ja. ouders bijvoorbeeld, die hebben nog uh, echt met de regel in zo gehad. Ik denk dat ja. ja, de overgang was dat het al met de vlakke hand was. Maar wilt... een prachtige dag voor de Vlaamse jeugd. Gelukkig. Het was maar een. Uh, Lucas. Ja. Vanaf vandaag je wordt lineaal vervangen door de valkenhand. Voilà, een Will Smitke in uw gezicht was dat ah. toen. Uh, want dat was wel in het gezicht ook. Ze man, echt zo paas ah, dat je denkt, wow. Ma maar toen, ja, voor een of andere reden, ja, je, je, je weet ook dat dat zijn dingen die je vandaag niet meer uitgelegd krijgt. En ik leg het ook zeker niet uit op een manier dat het beter was. Hè. Ah, Absoluut je, niet. Ja, maar ja, er zeker. was gewoon een algemene ingesteldheid. Uh, als de leraar u een klits rond uw oren had gegeven, dan had het wel verdiend. Inderdaad. Ja. Dat was uw, als ik thuis kwam met strafwerk, dan, dan moest ik ook niet beginnen met. Maar de, leer, de leraar werd altijd nee. geloofd. Hè. Er werden werd geen advocaten opgezocht. Nee, er werd toen letterlijk gezegd: ja, dan, de, meestal kreeg je dan nog ruzie thuis ook nog. Ja, omdat ja. het dan waarschijnlijk wel uw fout zou zijn mm -hmm. geweest. Dus, dus het is te, ik denk dat er wel gewoon een, een, een. Want ik kan me dat nu niet meer voorstellen nee, nee, nee. als dat bij mijn dochter op school zou gebeuren. Maar dat is. Hè, en terecht ook. Het zou ook, een, van de een, zou, ook, zou ook een andere reeks geworden zijn, denk ik. Ja, precies. Ja, ja, ja. <laughs> zo zo'n tweede heel donkere horror. Ja, uh, ja inderdaad. Ja, ja. Seizoen 2. Maar dan gewoon in de jaren tachtig. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is zo dezelfde leraar, maar dan zo met andere kleren ook en zo'n baard en zo'n krulsnor zo. Wat zou zo, gezet. zo. Zou, ja, ja. Dat zou wel een goed idee zijn. Kijk, zou, je uh, zou Misschien geen budget verkrijgen, het zou wel een goede idee zijn. En het is niet Als streams op... luistert... Uh, uh... Nee, nee, maar wat uh, grappig zou zijn... Uh, het lokaal zou niet veranderd zijn. Uh, maar, ja, dat is ook opgevallen als we, als we zoeken naar een, uh, een lager schoollokaal. Een niet al te moeilijke zoektocht in Vlaanderen. Ja. Dat, is allemaal, ja, dat is allemaal heel gelijkaardig. de cacophonie aan kleuren en stijlen ja. in, die, in die lokalen ofzo. Dat is echt... Uh, wat mij wel opviel was toen... De, ik heb dat, dat programma meegedaan van later als ik groot ben. Ja? Dat je terug naar de lagere school ging. Hè, naar mm -hmm. waar dat ik hè, geweest ben. En ja, uiteraard, die een betonnen blok is totaal niet veranderd. Die klassen zijn nog altijd net hetzelfde. Maar er waren wel zo'n aantal dingen dat ik denk. Ja, dat was toen dat ik jonger was totaal niet het geval. Hè. Er gingen zo allemaal dingen uit van Marvel superhelden. Dat die zo getekend hadden. En ik weet nog dat toen dat ik op die school rondliep. En geobsedeerd was door superhelden. Mm -hmm. Dat ik wel bijna alleen was dat ja. je zo die rare wordt. Ja. Er ja, waren zo twee andere jongens misschien in heel de school ook nog mee bezig waren, maar de rest niet. Dus ik vond dat eigenlijk wel mooi dat ik voelde, ah, dat is echt doorgestoten in de grote, de grote cultuur ja. nu, want je ziet dat overal. Dat, vond ik een, een, dat was het enige dat mij echt opviel als verschil want voor de rest wat mij vooral wat vooral eigenlijk bijna verontrustend was was het feit dat er zo niks aan dat gebouw gedaan was sinds dat ik ja. daar gezeten heb ja. en dat is belachelijk lang geleden meestal was zo de nu digitale borden dat ze uh, dat ze het zien dat leerkrachten zo 5 kilo krijt moeten inademen per dag dat zijn nu allemaal van die dat is gigantische televisies, eigenlijk. Dat ze dan kunnen op. Is dat zo? Uh, dat was ze niet. Ah, daar de, daar, daar is is zo? Dan zijn bord, ze nog altijd. Daar zijn ze nog niet mee bezig. Mijn nee, nee. Nee. Ja. dochter op school ook nog. Is er nog. nog uh, dat is nog met een bordvegen en ah, al, nee, nee. Is alles erop en eraan. Ja. Ja. Maar de, de bordvegen wordt niet meer op je gezicht gesmeten. Dat is wel, daar uh, waren ook nog tijden dat he, dat, dat ook kon. He, dat je die gewoon naar uw kop Dat smet. heb ik nog meegemaakt. Maar ik denk dat er bewust wel ontweken werd. Dat was gewoon op de bank. Eén leerkracht. Zo. Een stukje krijt. Denk expres gemist. En dan soms per ongeluk geraakt. Ja. <laughs> zo even een. Hé, hey, hier bij de les blijven of zo. Ah ja. ja, ja, ja. Ook wat ik goed vond, maar we, we gaan er wat dingen uitpakken. Hè, ja, de reeks. Zeker, zeker. Zonder dat we te veel spoilers gaan ja, weggeven. Maar eigenlijk denk ik dat je het gewoon zien. Beelden. Je kunt weinig spoileren. Ik denk het ook zin. niet. Nee, maar, um, het blijkt een droom te zijn op het einde. Ja, ja <laughs> dat is zo. Het, uh, het taalgebruik ook, het doe zo voort. Ja. Dat moest ik ook heel erg ontdekken, want inderdaad, als je zo. Um, zo rapportjes. Ik heb een tijd geleden nog eens wat rapporten teruggevonden met een van de kousen, en dat is effectief. Dat zijn woorden die je nooit elders gebruikt. Flink. Ja. Dat gebruik je toch echt nooit? Tegen een kind, hè. Tegen een kind wordt daarna toch wel tegenwoordig teruggezegd. Als je een kindje hebt, van mij, flink of goed gedaan. Of, Tegen een non zeg je dat, dat ook. Flink, jongen. Ja? Goed gedaan. Ja. ja, ik vind dat, dat is echt een aparte... Ja. doe zo voort, of ze is een heel gemotiveerde... Of ze zijn altijd zo de... Die, dat is dat precies ook dat, dat iemand negen zinnen hebben. En daar doen die het 30 jaar mee, <laughs> ja, over 30 leerlingen per en, schooljaar. Ik herinner mij ook afkortingen die heel vaak. ZW, zeer wel. <laughs> en dan had je ook de wel. En, zo de, en elke leerkracht had zijn eigen. Oh. Zijn eigen. Ja. Reeks afkortingen die dan, dat je ook niet meer wist, volgend jaar. V VLK. <laughs> ja. Wat is dit? <lacht> zo, <lacht> <lacht> die chaos. Uh, uh, ja, het is. Dus, dus, uh, het is wel, ik, ik kijk daar wel met een soort van nostalgie naar terug of zoiets. Het is wat mm -hmm. je er juist zei, de lagere school. Vooral zo het soort van het, het template-leven dat je leidt. Ja. Je moet geen keuzes maken. Je hebt een, elke dag is een template en iemand pakt je op en zet je naar de volgende fase. Hup, nu, hup, naar die school, in de school, lesuur, speelplaats, hup, op de speelplaats, koek fretten, terug naar de, speel, de klas, hup, zo, eten, hup, zo. Dat is iets dat ik soms zo nog terug jaloers op ben. Zo, niet meer eigen keuzes moeten maken. Gewoon ja. zo... De rij volgen en naar een lokaal gaan. Ja. Ja, als, je, als je klein bent, is dat, nog, is dat nog belangrijk, natuurlijk ook. Want dan, dan, dan ben je ook heel hard. Uh, ja, je, je komt ook voor de eerste keer in je leven in zo'n soort stramien terecht. Hm. Hè, want voordat je daar. De, de kleuterschool, dat is ook maar wat spelen en ja, wat ja. doen en zo. En dan moet je echt aan die bank gaan zitten en je moet echt opletten. Ja. En ik weet, ik weet nog wel hoe dat voelde. En voor mij was dat vreselijk. Ik, ja. ik heb dat echt nooit graag gedaan. Had je goede punten, Alex? Nee, eigenlijk niet. Ik nee. was heel middelmatig. Um, allee, ik, was, ik, ik had eigenlijk vooral het. Uh, ik was heel goed in sommige dingen. Zo, de dingen die mij interesseerden, had ik heel hoge punten in. Maar de dingen die mij niet interesseerden, dat was dan altijd trekken en sleuren ja. en doen. Dus ik was, ik was ook niet zo iemand. Want je hebt hé, heel vaak mensen, de meeste de mensen meeste die best slim zijn. die hebben in de lagere school, daar fietsen die door. Hé, en de problemen beginnen in, in de middelbare ja. school. Maar bij mij was dat eigenlijk in de lagere school ook al niet altijd fantastisch. Allee, er voelde dus ze ook al van. Hij let niet op of hij, is, hè, veel, hij zit veel te dromen. Dat was ook altijd: een beetje minder dromen, een beetje meer opletten. Of wel het uitleggen wanneer dat je het moet uitleggen en niet wanneer dat niet moet. Hè. Dus zo dat, oh soort God, dingen. dat zijn inderdaad zo, zo. Of je kan beter. Als daarna nog eens een zin is: Alex kan beter. Dat ja. was de ene die zo bijna op elk rapport verscheen: van hij is slim genoeg, maar hij doet niks of, of, of dat. Ja. Dus ja, dat, ik denk dat dat bij mij dat was. Maar, maar ik voel wel, wat ik hier tof aan vind, als je die, die ouders die binnenkomen... Je, je merkt wel dat het zich vandaag afspeelt, omdat er zo een paar van de, van de mensen die binnenkomen... Je voelt ook zo... Ouders hebben zo'n soort... Het gaat allemaal een beetje over hun. Zo heel hard. Hè? zo die, die, die twee die binnenkomen en die hun eigen podcast hebben over ja. de opvoeding van hun kind... Ja. Ja, dat is ook overduidelijk dat die, het gaat alleen maar over hun nagen. Ja. En die willen er zo'n soort voorbeeld oudersfunctie naar iedereen anders. Van kijk eens hoe goed dat wij bezig ja. zijn. Dat hoorde ik ook van veel, van veel uh, leerkrachten natuurlijk, ouders die hebben allemaal ja, de fixatie op hun kind, natuurlijk. Mm -hmm. en, en en. Maar jij zit daar als leerkracht natuurlijk voor. Hey, ter, ter gaan er gaan passeren. Hè? Dus ja, uh, dat het daar soms een beetje botst of zo. Uh. Ik heb hier even het fragment van de tafelhiks gezet. Ja, uh, daar, ben ik echt, daar ben ik echt mee dood gegaan met de tafelheks. <laughs> is dat een, uh, is daar iets biografisch in? Of, want met, alle, met alle duidelijkheid geschreven, samen met Jan uh, Janelen? Ja, met en Sander VDV. Sander bedoel, VDV. Ja, ja, ja. En, 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 met drie, jullie waren de core van. Uh, ja, het was, uh, het was eigenlijk eerst wat gebrainstormd. Met, ook met andere mensen van Woestijnus. En dan uh, schreef ik versies en dan, dan herbezochten we dan ook nog een keer met de. Uh, de tafelheks. De tafelheks. Dus bestaat ze echt? Uh, uh, ja, ik weet, ja, ik had een tafelheks sowieso. Maar vooral omdat ik vaak. Het, het idee van bang zijn van de trucjes van de leerkracht. Ja. Dat dat er vaak is. Um, ik weet, uh, in, uh, voor de reclame van Doe ze Voort heb ik ook uh, wat reactiefilmpjes opgenomen bij leerkrachten. En daar was er een, een man. Die bijvoorbeeld nog Jurassic Park opzetten nog in het uh, tweede <laughs> leerjaar. <laughs> dat is zo. Het <laughs> was een nachtmerries voor die kinderen deel te jong. Nightmare on Elm Street. Uh, we vonden dat over dromen ging het. Uh, dat was het thema. In, uh... dat <laughs> ik trouwens niet gevraagd aan hem welk thema in godsnaam is ja, Jurassic also, Park. De dino's waarschijnlijk. Ja, ja, ja. 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 Maar uh, uh, inderdaad, dat dat vaak terugkwam. Leg het misschien even gezet voor de mensen die nog niet gezien hebben wat de tafelheks is. De tafelheks is een trucje om de... Om de ja, dus de meester in de reeks uh, heeft een tafelheks waarmee hij dus rondgaat in de klas en dan de tafels vraagt aan de kinderen. En als ze het niet kunnen, dan worden ze zo echt opgegeten door de, door de, de, de heks. En de tafelheks in kwestie... Je ziet er niet echt kindvriendelijk uit. Dat is ook een, uh, een, een feit. En het zijn dus ouders die daar een beetje over komen klagen. Of zo. Ja. Ja. En wat ook wel goed is, vind ik, is dat, dat, dat je daar, wat dat is de Rick van Geel, dat er ook ja, bij zit, ja, ja, die de papa is, eh, dat is. Ook een kijkcoele kerel eigenlijk. En die zitten er met twee aan tafel. Maar bij de Rick draai je het alleen maar over die tafel, hebben en niet. En bij zijn vrouw, die is alleen over die tafel ja. Bezig. Ja, 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 ja. Dus die hebben ook nog eens zo'n gekruiste conversatie. Waardoor dat je die ouder zet die dat dan ook nog eens onderling aan bras beginnen te maken, wat ja, ja. ook altijd wel, wel cool is. Hè? Je hebt altijd zo. Je, je hebt dat toch vaker als je ouders ziet samen, dat zie je zelfs op ouderavond, en als je bij meer bij elkaar zit. Je hebt zo de, de, meestal de vrouw, de assertieve. Ja. En de man die er wat naast zit. En dan probeert op de juiste momenten te knikken en het niet te verkloten. We hebben met je veel kracht aan mij gezegd ook, dat, ja, dat, ja, ja. dat dat vaak de dynamiek is. Uh, ja. Ja, of, oftewel de, de, de houding van de, van de, de moeder die. Ja, en dat geëngageerd en de vader die zoiets heeft van: man, hey, het is oké, okay, het is oké. Okay, ja. iets, iets, dat, dat, iets meer op het gemak bij de ja. bij maar, vaders. En, en, en ook heel goed in, uh, is inderdaad dat, dat je eigenlijk een heel serieus gesprek hebt <laughs> in, op veel te kleine stoeltjes. Ja, 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 ja. dat is zot. Dat, dat zei iedereen mij: zet een tafel in je lokaal. Ja, ja. <laughs> er, zijn, er zijn tafels in de refter. Ik ga ze gewoon halen? Dat dat blijkbaar altijd het geval is dat die stoeltjes. Op maatse van die kinderen. En dat dan gevraagd wordt aan de ouders. Zet u daar neer. Ik heb voor die reeks man echt... Dus, om, dus we namen elke drie uur per sketch op of zoiets. En elke keer... Man, dus echt, ik voelde mijn benen niet meer. Hè. Gewoon zo... Mm -hmm. Bloedafsluiting volledig. <laughs> ja, en uh, jij zit dan ook nog eens heel groot. Ja, 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 ja. Daar ja. begin het dan ook nog eens mee. Dat was echt... Uh, ja, dus uh, respect voor de leerkrachten die aan die tafeltjes moeten zitten. Ja. Moet ja. Ik moest er echt mee lachen als, een, als een als de Rick dan zoiets heeft, die vraag kwam met het niks. En zei dat god niet over ja. die vraag, dat god over die heks. Ja. Zo, dat kind is bang van die heks. Ja, ik had, ik had eigenlijk niet zo. Had jij leraren die ze van die trucken gebruikt, Andries? Die ze van die leuke dingetjes deden om u iets aan te leren? Well, er is sowieso, denk ik, eh, maar, nou moet ik, omdat de vraag me overvalt, maar er is effectief een leermethode met de pop, Jules de Pop. Jules de Pop, Jules de pop, Jules ja. de pop is, is. Dat is wel na ons, maar, uh, maar dat is mm -hmm. bijvoorbeeld. Ik weet, mijn moeder is 40 jaar kleuterlijster geweest, die heeft er ook nog over gesproken. Dus dat, er zijn wel een aantal dingen. Meer naar huis nemen ook, toch? Ja, ja, je ja, mocht ja, ja. naar huis nemen. Maar wat ik me vooral herinner van, van de lagere school, want ik heb eigenlijk een heel toffe lagere school gehad, was zo, um, zo de, dat dat een tijd was van, van, van gebeurtenissen. En ik herinner me bijvoorbeeld zo: uh, ik was acht, ik zat in tweede leerjaar in 1986. Door omdat dat tweede leerjaar, ik zat in 2A, maar mm. altijd bijgebleven is, en wij zo het wereldkampioenschap voetbal nagedaan. Okay. Mexico 86. Oh. Ja, maar dat was. Op de speelplaats, over de speelplaats. Maar elke klas was een land. Mm -hmm. ja. En we waren bijvoorbeeld ook kei blij, want wij waren Bulgarije. Als je erover nadenkt, zei ik echt een vols land om te zijn. <laughs> <laughs> maar, ja. Random, maar ik, heb, ik, heb, ik heb stel, <laughs> zes <zo 'n laughs> weken waren we Bulgaren. Sorry, Bulgaria. We ja, ja. love you. <laughs> ik zijn er ondertussen. De podcast gelukkig, wordt heel de beluisterd in Bulgarije. Bulgar Display of Power. Maar goed. Ik ben er ondertussen genoeg geweest, in Sofia is een topstad. Dus, uh, okay. maar, zeg, maar op die moment is het is iets. Ja en zo die wereld die, die fantasie dat samenhang, en dat snapte ik al dat je zei van ja dat is echt een, een tijd dat ze nu zorgen dan hè moeten ja, ja, ja. moeten morgen tegen Engeland spelen ja, ja, ja. en dat is dan zo die van Terde <laughs> en was, was dat dan ook accuraat dat je de uitslag moest hebben dat die hadden nee, tijdens nee, nee. de. Nee, dat was een parallel ding. Ja. Uh, oh. ah, dus je speelde echt voor, voor de maar finale de groep... van de Wereldbeker en uw land moest proberen van daar te geraken. Ik weet, eigenlijk. maar gaat wel de, de, groep, dus de groepsfases, was wel hetzelfde? Ja. Hè? Dus, ja. de, dus, de, ja. uh, dus ik denk, wat ja, was dat? België was dan met Mexico en nog wat dingen. Wij zaten dan met die groep. Ver geraakt, uh, Andries? Ja, uh, toch zeker, tweede ronde. To ah, okay. ja, uh, tweede ronde toch wel. Dus uh, de kwartfinale eruit, of zo. Maar mm -hmm. dat is. Maar dat was een tegen die van het vijfde of zo, wat dan ook. <laughs> Oké, okay, ja. Dus ja. Gevol... ze hadden daar niet lang genoeg over nagedacht. Maar nee. hadden natuurlijk, van een eerste ja. studio wordt dat lastiger. Dan die een die, tijd. Een, die een takkel van die van zesde, dat kwam <laughs> wel aan als je zo, twee, als, als je zo in tweede zat. Echt ja, gewoon één ja. elleboog <laughs> van het veld. Wat ook heel cool is dat je dat toen, nu eigenlijk alle speelplaatsen hebben, waarschijnlijk zijn beveiligd, maar toen was er nog iets op van die dals. Ze hebben de op leven en dood geschot ja, 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 ja. Op, op, op gewoon van die, van die kapotte knie uh, ja. tegelen. Ja ja. Ja, ja, ja. Maar wel geen zorgen, hè. Nee, nee, nee. Zeker. Uh, ook uh, het avondgevoel om vier uur. Oh, ja, zo, ja. dat is zo raar nu. Zo, om vier uur, de, uh, het is avond. Zo, ja. <laughs> zo, dat is een, dat, dat, nu is dat zo... Hey, nog vele uren komen erna, hè. Ja, 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 <laughs> je ja. dan daarna. Uh, dat, dat is ook iets dat ik heel kenmerkend vond voor de lagere school, dus Dat je zo... Je een dag duurt tot vier uur en dan is het uitbollen. En, dan, ja. Uh, ja. en de Melk's is ik ik ook goed, met Steven Maieuzo. het ja. uh, 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 Eigenlijk de catering, uh, de verplichte catering op een lagere school. Ja, ja. ja, ja. ja en dat er nu uh, Dat werd ook gevraagd. Hey, mo moeten we mijn fruitsapje hebben of niet? Zo dat, uh, yeah, dat, dat, dat weet ik ook allemaal nog. Ik, ik, ik ging nog, want ja, dat staat er nu niet meer bijvoorbeeld. Dat was ook iets dat, dat ik daar merkte op mijn oude school. Er stond vroeger zo'n een, een ding, een, een cola-automaat. Ja. En dat was letterlijk, wij mochten kiezen tussen cola, Fanta of Sprite in de middag. Ja, dat is nou ook gedaan. Hè? Dus je weet ook van, ja, nu, nu, nu is het meer een, een sapje of een melksje of eh, een yoghurtje. Dus en dat is wel dat ding. Dat zo, want de Cola Light Lemon heeft mij door het middelbaar geholpen. Echt. Dat waren de momenten dat Cola Light Lemon, die toen nog meer verkrijgbaar was. Cola, cola Light Lemon vond ik heel lekker toen dat pas uitkwam. Maar ja? dat begon wat tegen te steken is al een zo? tijd, Allee, vond ik. Man, ja, ze nog altijd. Uh... Ja, ja, want ik heb, er is al een heel levendige community. Die, uh, want je vindt ze... Uh, Cola Zero en Zero Lemon heeft het allemaal overgenomen. Ja. Maar ik weet, je moet de adresjes weten zijn. En het wordt minder en minder. Het is echt... Uh, we moeten dringend inslaan. Uh, ik vind het heerlijk. Ik vind het heerlijk. Veel mensen zeggen tegen mij dat het... Uh, een tint van afwaswater heeft. Maar ik, ik, ik ben er bezot bad, op. Beetje badparel of zo. Maar ja, ik vond dat ook wel lekker. Zee. Ik Liters weet wel, de hiervan. allereerste keer dat ik dat dronk, dat ik dat kei tof vond, maar dat ik stak bij mij toch wel rapper thee. Is zo, okay, kijk, nog altijd. Ik um... vind vanilla coke lekker. Oh man, dat is ook... die zijn hem even kwijt, ze man. Ja, dat dacht ik wel. <laughs> dat, nu zijn <laughs> ik heel veel mensen kwijt. Vanillacook, ja, ik weet, ik weet het, ik heb het ook geproefd, ze. Ja. Dat is toch echt uh, twee krachten die botsen, vind ik. De allereerste keer... <laughs> <laughs> De allereerste keer dat ik dat hoorde was in Pulp Fiction. Dat, uh, ja? dat, dan dan gaat Uma Thurman iets, iets eten mee, eh, met John Travolta, die beroemde scène, dat hij er nou zou dansen. Ja, maar ja. Die zitten met twee in zo'n of andere 50s burger joint en dan zegt hij: uh, I'd like uh, a burger and a vanilla coke. Ja, ja. En ik dacht: Wat is een vanilla coke? Zo, ik kon me dat niet voorstellen. En dan zag ik hier ineens een bliksken in een winkel staan. En ik dacht: dat is die legendarische cola dat die je gedronken ja. hebt. Misschien heeft dat bijgedragen aan de magie. Ja, 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 maar ik ja, ja. vond dat wel lekker. En okay. uh, ik, pas op, ik drink dat heel weinig. Omdat dat, ja, dat is een hoop suiker Dus uh, ja, ja, ja. ik ben een beetje. Zoals jij wel, Lucas. Ik kan ook niet doen wat ik wil. Maar, maar je zet wel geen jojo, hè? Je jawel, wel, jawel, jawel, ja? jawel. Gewoon minder extreem. Hè? Ik bedoel, ik kom, ik, kom, uh, maar ik, ik kom gemakkelijk een paar kilo bij. Als maar terecht op tijd al. aan de Noodrem. Ja ik, zijn, ja, ik ben verschrikkelijk ijdel op dat vlak. Dus ja. dan heb ik rapper de neiging om er misschien iets aan te doen. Ja, ja. Ik hang mijn eigen waarde daar misschien wat meer aan op. Dan maar, dat nee. moment ik dat is, maar dat moment, dat je zo wat strak staat, en ja. je voelde je goed, en dan, dan dat, is een, dat duurt wel even, hè, dat goede gevoel. En dan, god is eens een keer eten en je doet dat nog eens een dag. En dan, ja. dan komt ook zo'n zone dat je nog niet terug op je oude gewicht zit, maar dat je de richting ze in ja, slaat. Ja, ja. Ja, Want Het ja. probleem is, als je dan aan het boeven bent, ja, het is niet dat het morgen gaat zien aan mij. Hè. Ja. <laughs> en, en dan zeg je ja. Want dat is, is frustrerend ook aan die beelden van daarnet. Van, uh, West, uh, ja, het zal twee jaar geleden zijn, of een jaar en een half geleden. Mm. Ik was toen echt klaar om zo, echt zo het strand op te gaan. Het stad in te gaan, de Gentse feesten. En toen was het corona. Ja. Dus niemand heeft het gezien. Nee. Buiten, uh, buiten jullie. Ja, ik heb ook uh, zo'n moment gehad dat ik heel veel ging fietsen. en heel veel daar. En ik heb er zo een foto van getrokken. Puur om te zeggen. Ik kan ooit die foto nog eens bovenal. en zeggen. Opa eet er niet altijd zo het gezien. Zo dat, maar dat was inderdaad waar, dat was er goed zien voor niemand. Nee, nee, hè. Want nee. je deed niks. Het is dat. Het is dat. Okay, ik ben blij, ik, ik, enorm dankbaar aan jullie dat jullie dat nog gecapteerd hebben voor mij. Voor het ja, nageslacht. Dat was uh, dat ik dat... Ik ook, ook een goede hoek, wel. Ik bedoel, uh... Maar je had ook, inderdaad ook, je had ook geen schouwerkjes en zo. <laughs> ja, echt? En nee. ja, wat waarde jij toen aan toe? Want jij wordt, wat was dat? Intermittent ja, fast food. De, 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 de klassieke intermittent en ook, uh, ook no sugar, no grains. Weinig, proberen toen weinig suiker te eten. Ja. Zie uh, Ja, ja. Zie. Kijk, zie Maar is dat, is dat niet altijd dat je zo'n punt bereikt waarop dat je denkt: eh, now I'm totally disgusted with myself. En dan kun je dat doen en dan begin je ook te zien dat het werkt. Dus dan ja. voel je je goed en dan blijft dat gaan. Dat is motiverend. Maar dat is hè. altijd wat dat is. Op een bepaald moment stopt dat, hè? Ja. Dan voelde zo, je hebt je limiet bereikt. En dat moet je hem proberen te behouden. Exact. En dat is altijd het. Want moeilijkste. ik heb het ook gehad. Het nu ook in mijn, in, mijn, in mijn nieuwe show. Zo, uh, ik, dus nieuwe weegschaal gekocht. En dat is, dan je ook andere dingen dan je gewicht. Hè. Oh. En ook het gewicht van je botten. Dat ook. Hoeveel ah, ja. je botten wegen. En je weet, ey, de, de gezellige community. <kwijnt> wij steken ons gewicht al eeuwenlang op, ons, op het gewicht van onze botten. Ja. <laughs> ey, ik heb zware botten. Het is een klassieker. <laughs> van, schatje, dat is niks. Ik heb zware botten. Hè. Ja. Dus uh, blijkbaar wegen botten. Heel weinig. Dus like, de gemiddelde botten van een uh, volwassen man 3 kilo. Okay. Nee. Ja, sorry. Sorry nee. man, dat ik het niet moest zeggen. Het is, uh, ja. dat, dat is ja. wel heel weinig. Dat is even het moment dat je moet. Ja. Dus, er uh, is eigenlijk een, en, een volledige skeletkunde, kun ben je niet van spreken. Hey. Handbagage, ja mensen, ja. <laughs> echt gewoon, ja. echt ja. Dus en, je uh... Komt, uh, en je komt ook geen kilos bot bij. Hè. Nee, ik wel via die weegschaal dat... dus. We ja, ja, ja ik, uh, ah, dat is wel ja, tof. Ja, ja. zitten jij al een paar kilo bot bij? Dat is wel tof. Ja, ik ben eens benieuwd of dat mij dat ook overkomt. Dat is shit, en dus dan, kan je, dan kunnen we die leugen niet meer gebruiken ja. of, wat? of Of zo te gretig bij de chicken wings geweest dat er wat botten in je, dat je wat mee hebt opgevraat of zo. <laughs> <laughs> wat ik ook een fantastisch, een van mijn favoriete uh, doezo's voorstukken, is uh, de man die uh, je dat met de politie werkt. Ah ja, ja, Bert dat Janssens. Oh. Ja, 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 ja. Dat, ja. Is echt kei dat vond ik ook hoor. een keihard kei goede voorstukken. Dat is een, een klassieker natuurlijk. van uh, Mijn paard werkt bij de police. Hè? Ja, ja, Alsoe, uh, ja, in, ja. Op de speelplaats is dat zo'n ja. argument. En ik vraag me altijd af, hey, het werd zo vaak gezegd. Mijn pa werkt bij de ik vraag me... Zoveel politie. Zoveel politieagenten zijn er niet, denk ik. Nee. Dus ik dacht, er moeten een paar foutieve papa's zijn die niet bij de politie werken. Eh. Ja. Ja, het beste is die ze dan een uitlegt dat hem er aan geeft. Hè, en dat dan op een bepaald moment, dat hij is een vrouw, ja, die vindt dat ook bullshit. Ja, ja, ja. En dat is een goed moment dat, die met u, dat jullie een beetje beginnen te lachen met hem. En ja, ja, ja. dat op een bepaald moment zegt zij ook: zo van... Wat gaan we dan doen? Hem arresteren? Alleen dan, ja, ja. dan wordt het ook echt zo. Ja, ja dat is echt. Ja, ja dat is een klein flirtmomentje, eigenlijk. Ja. Een dus ik, ik van de weinige scènes waarbij dat er toch een, een connectie is tussen uh, ouder en leerkracht Je zou. Oh, hey. <coughs> hey, dat was zo, ik weet dat ik zo dacht. Wow, als, dat nu, <laughs> als, de, als die scène de film zou zijn, ja, dan ga je daar. Ja, ja. Dan begint daar de affaire op dat moment. Hey, uh, weer voor, voor seizoen 2. <laughs> ja. uh, terwijl uh, uh, terwijl dat er nog een, een andere tegenovergestelde in zit, waar je van denkt, dat is iets dat je als leraar hoopt dat je nooit meemaakt namelijk die moeder die tegenover u zit en denkt dat jij door haar geobsedeerd zit. Ja, ja ja ja. En dat jij die ja. gasten dat heel de tijd moet zeggen, maar ma, ma, nee, wat ze de gaat er hier allemaal van aan het maken. Ja, eh, Zodat ja. je zo in een gruwelijke spiraal terechtkomt. Ik wist het, hè, dat hem ze terug op school ging. Want je wilt mij blijven zien ja, en dat ik denk, wat god die allemaal niet over u. Zeker. Ja, dat is dat is. Dat zijn dingen als met ja, dat met dat wijze. Ja, ja. Ja, ja. ja ja ja. Dat is die niet. Ja, ja. Dat krijg ook, ja. 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 Maar cool, man, het is leuk dat ja, het is, uh, als je zoiets maakt. Uh, uh, ik weet niet of je dat met je, je stand-up ook hebt. Hij zit er zo soms middenin ja. dat echt op het moment dat je toont aan, aan derden, dat het heel moeilijk is. Omdat je, gewoon, je kunt niet meer uh, jezelf voorstellen hoe dat je er als, als onafhankelijk op zou reageren. Mm -hmm. Omdat je er zo lang mee bezig bent met het te maken, dus dan is het altijd heel, heel cool als er mensen uh, het appreciëren. Uh, hey, Helpt help het dan om zo uh, Jan Eele, wat toch ja, leg een legend is, zeker. Uh, was, comedy, fictie, of hoe noemt dat? Ja. Ja, uh, is, hoe uh, was, was dat het daarmee werken? dat je ah. soms van het komt goed? Of, of, uh... Uh, we, uh, zeker. Want, want dus de, de regie is gedaan door, door Jan Eel en ook door Jelle Gordijn. En dat zijn mensen die uh, veel ervaring hebben met, met, met fictie maken. En dat is echt ook wel nodig. Uh, 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 als, als je zoiets, zoiets wilt doen, dat je, dat je, dat je een, 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 een kracht hebt op de set. Waarbij je weet ja, die een. Die heeft al wat kilometers op de teller of zo. Die je ja. ziet of dat grappig is. Ja, ja want, dat... uiteindelijk. Want had je gaat schrik van? Je hebt met die ideale wereld. Mm. Ey, dat jij dat een sketch kunt spelen, dat is mm. duidelijk. Maar nu moet je een reeks trekken. Hè. Was je, had je er schrik van? Um, goh, ik was redelijk... Omdat, omdat ik het zelf schreef, kon ik het wel echt. kon ik mooi in mijn comfortzone blijven qua co acteren. En dat, dat vind ik heel leuk om te doen. Mm. Je, je schrijft eigenlijk hoe dat je semi zou reageren ook. Natuurlijk mm. extremer. En dan, dan weet ik wel dat ik in die omgeving dat ik dat wel kan, dat, ik, ja. uh, dat ik, uh, het, het personage is een extremer versie een van mezelf. Wat ik mooi vond dat je deze kleine dingetjes, gelijk, dat je zegt van, zou het nu geen goed idee zijn dat ik hier zo uh, kom, kom praten over dat imker zijn in de klas en dan ga je zo, boh, maar gevoeld zo, ja, uh, alles in dat één ding zegt, nee, totaal niet. Uh, dat maar... is iets dat bijvoorbeeld de leerkrachten die <laughs> erop reageren zijn dan vaak van, alleen waarom niet, waarom laat je die imker niet uh... Niet, niet lesgeven. En bij mij is, en ik vraag me af of de kijkers daarmee mee zijn, mm -hmm. bij mij is het meer zo uit mijn eigen van zo: ik wil die miserie, ik wil niet met ja. u moeten mailen, ja, ik ja, wil ja, niet ja, afspreken, ja. ik wil niet uw memory stick hebben om uw powerpoint te wil ja. ik wil gewoon mijn eigen ding doen hier, ja. bollet af. Ja. Dus, La, uh, laat mij gewoon lesgeven. Dus uh, dat, 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 leave it to ja. us. He, zo de jij uw ouder ding en jij blijft daar en ik zit hier. En Dominique speelt dat ook heel goed. Uh, ja. uh, aye, op een manier dat je weet van het ga, dit gaat groeien deze, ja, man, ja. deze man is ik kan ja, want... er niet van af zijn van de, ja, de, dat is zet... dat, dat ik vond dat wel een heel schold zijn, want ja dat is dat, er stond wel wat er staat wel wat mens dan op het scherm ja, ja. Uh, hoe, hoe doet je ja, dat is serieus een beer, hè? Ja, ja zeker Dominique dat, zeker. Van hey, ja, ja. dat is, en dat was wel een heel schoon uh, dat ja. was gewoon een cool beeld het schalen op die, die bank dat is dat ja, zeker dat is zeker het is niet dat hij terugkomt dat is het ding ja, ja. omdat je ja. voelt dat, was de, dat was, hè, er zijn er nog wel een paar waar je van kunt denken unfinished business ja. hè. Er zijn er een paar andere waarvan je denkt die is gepasseerd <laughs> en daar is het verteld maar, maar er zijn er zo een paar bij waar je van denkt als er een tweede seizoen komt wil ik, ik wel weten wat dat daar ja. gebeurt ah, cool, of waar man. dat dan naartoe gaat ja. He, en voor mij ja, één van de grappen. Ik kan het niet weggeven, want je moet het echt zien, hè, want de, de, ik, ik geef geen grappen weg die mm -hmm. je maakt, maar de, de climax van die podcastaflevering ja. vond ik hilarisch. Ah, top man, Omdat dat letterlijk is dat je denkt, zo'n omhooggevallen, pretentieuze ouders, ja. dat is heel mooi als die dan ineens iets over hun kind te weten krijgen, komen, waar je van ja. denkt. Oh. Dit valt niet goed te praten. Ja, hier, nu wil ik u een uitleg eens horen. Ja. Zo, want ze dat... zijn, zijn, heel, zijn eigenlijk heel neerbuigend. Ik ja, ja. wacht van het oudercontact en dan krijg ze informatie waardoor dat. Ja, en ze, als... en ze spannen nu ook voor hun kern. want het ja. gaat uiteraard allemaal over hun podcast mm -hmm. en niet over u. Ja, eh. Dus jij bent nu figurant, alleen zo bitpart acteur in die hun groot toneelstuk. Ja. Maar dan, ja, ik dacht ook al natuurlijk. Het eerste dat ik dacht, is het super typische. Dat ik denk, nou God je zeggen dat die, hun punt, dat die zijn puntenkeihard sukken of ja. dat. Maar waar het naartoe gaat, is nog honderd keer ja. beter. Hè. De caska. De Ja. Dat vind ik ook altijd goed. Zo, uh, de, dat is gewoon meer naar het scenario schrijven. Uh, wat ik nog nooit gedaan heb, maar ik zou denken: de namen. Ja, o, 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 dat, is, uh, dat, dat, is, dat is een. Ja, want dus, dus op dat vlak was ik nog niet uh, in, de, uh, in die wereld van welke namen krijgen kinderen de, deze, deze tijden. En dat was wel, uh, ja, dat, dat is heel specifiek. Dus het, zijn nu, het zijn nu eigenlijk weer oudere namen die, mm. die terugkomen. Want ik had in mijn uh, in de eerste versie had ik een naam, ik weet niet meer wat dat was. <laughs> Vera, <had> ik, <laughs> en, en ik denk dat ik. Ik weet niet of je dat, dat mijn moeder was ofzo, of zo, of, of mijn vriendin niet aan het lezen was, en plots ziet ze zo luid in de lach. En ik denk. Ah, oké. Okay. Ze heeft er een topgrap gelezen of zo, hè. ze ja, vindt het ja. fantastisch. En ze zegt, Vera, hoe zou dat nu je naam kunnen zijn van een kind? Ik dacht, dat was niet de bedoeling dat je daarmee mee lachen, maar... Ja, dus Ria, Ria is ook zoiets, Ria, de, ja. de, de, of, of, of Rita, ja. of Mai. Maar dat is dan, over twintig jaar staat al, staan de Rita's hier dan weer, hè? Ja, ja. Wow. dat is dus blijkbaar een... Uh... Ja, je hebt ook een hele, een hele periode dat er ineens een hoop Louis'en en Marcel'en ja. zo terug begonnen te komen. Ja. Zo allemaal van die namen waar je van denkt, hè. Ik denk je van de... Leukste grappen dat ik er ooit over heb gehoord, was van een vrouwelijke comedian in The Joker. Uh, oh, kijk, ik ben er een naam vergeten, is ook een actrice. Maar die, uh, die zei toen: als je tegenwoordig, als ik een, 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 een kaartje krijg, hm? moet ik om de naam kan ik niet zien of het een geboortekaartje of een begraaf, Zo'n een <statistically> ja, 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 ja. kaartje voor een, een overlijden is, omdat die namen zo ouderwets allemaal zijn. En wat waren dan zo'n namen dat je zei, ja, die kwamen dan wel voorbij, of dat waren de dingen waar je op moest letten? Uh, goh, oké, ik moet even nadenken, want dat toont al, zo de namen. Zijn eigenlijk, ai, dat zijn wegwerpstukken van, uh, van de scène. Ja. Het is altijd eerst generische ah, de punten van X zijn goed of de punten van X zijn slecht. En dan begint hij om plof te zijn. Dus in dat heb ik eigenlijk gewoon uh, bij uh, namen.be, populaire namen, gewoon gekeken en, uh, en een reeks namen gegeven. Was dat bij u een, 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 een moeilijke zoektocht nee. voor een naam te geven? Dat viel eigenlijk mee. Um... Mijn, uh, ja, ik, de eerste naam dat we dat we, dat we hadden voor, voor, voor mijn dochter was Lisa. Yeah. Dat was zo en dat al een tijdje erin ging, Maar je hebt dan ook Lisa Agnew. Dus die A en die A die botsen een beetje. Oeh, ja. Waardoor, waardoor dat je moet het soms ook luid op moet uitspreken. Ja, hè? En ja, ja. doorhebben, wat ook natuurlijk een heel goede joke is in een van die afleveringen: ah, ja, 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 dat tuurlijk. je zegt dat je die naam luid op had toegesproken. En ja. dat je geweten dat dat een probleem was. Hè? Ja. Dus je, dat is ook wel iets ja. waar je soms over moet nadenken. Je moet met een soort van uh, pestmeter, moet je er een keer overgaan van wat, ja. wat, kan, wat kan er hiermee gedaan worden? Waar kunnen creatieve lengen Mee aan de slag gaan. Ja, is heel belangrijk. Want, want er zijn er ook. Ik vind dat ook altijd zo. Als je zo bekendheden hebt die hun kind een naam geven ja. en die geven dat dan zo'n mega beladen naam. Ja. Zo, ik kan dat soms cool vinden, maar ik, ik heb ook altijd dat gevoel van ja, maar, maar eh, Ik had dat bijvoorbeeld bij, eh, bij Natalia dat ik een kei cool vind, maar die haar zoontje heet Apollo. En die stuurde, en ik denk, ah, oh, de zonnegod in Apollo Creed, hè, die een boxer, het Rocky. Ja. Dus ik denk, ah, oh, coole naam, maar ik denk wel, dat is wel een naam voor iemand mee op te zadelen. Hè, man, <laughs> ja. Apollo, want dat moet al wel wat geven, ja. als je die naam hebt. Er dat hangt wat gewicht er, aan. Er aan, spreken uh... al, er komen al verwachtingen uit voort. Ja, als je dan een mega, Allee, als je dan zo... Als dat ook een superster wordt, ja dan is dat het er al tien gezeten. Maar als dat inderdaad waar dat niks, 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 niks mis mee is, ja. maar als je gewoon, nee niet gewoon, pak gewoon terug. Als je in een kantoorruimte een even edele job doet, ja. maar met minder glamour, ja, dan is dat wel. Ja, ja, Apollo, het uh, ja. on ja. ja, ja. zo... is onheil voor een kopiemachine. Dus hier vijf. Ares, schat, is... ja. ik ga even koffie halen ah, ja. voor de rest van ons. Ja, dat is, dat is toch een beetje zo. Je hebt er zo bij. Ja, ik, ik had ook gedacht aan een jongen: hè, dat, dat, ja, ik ben natuurlijk Engelstalig, dus ja. ik heb ook een, een Engelse nachternaam. Dus dan, dan moet dat daar ook een beetje bij passen. Hmm. Dus als een jongen ging zijn, dacht ik aan mijn, mijn, mijn overgrootvader, heet heette Jack. Hè? Ja. Dus dan denk ik, hè, oh ja, dat is misschien een idee. Of zo, dan begin je meer in die, hè, in die Engelse ja. namen te zoeken. Maar je zit voor een magische alliteratie gegaan. Hè? Ja, dat is de. Amy, Amy Agnew. je klonk... succes, dames en heren. <laughs> ja, Allitereer de namen van uw kinderen. Lucas Lely. Lucas oh, Lely, is wel een schone naam. Man, een hey, ik, ben naam. Daar, ik ben daar heel erg. Er, 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 er jij broers of zussen? Ja. En? Simon Lely? Nee. Dat is helemaal fout. Nee. Maar Lisa Lely is er ook bij. Oh, ja, okay. ja, en dat voilà. is, uh... Shout-out naar de Simon Lely. Ja. Zeker, zeker. zeker. Ja. Is Simon is goed gekomen? Oh, zeker, zeker. Hij woont in Stockholm, dus dat zit allemaal goed. Uh, Simon is winning in life. Ja, ja, ja. ja. On, 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 ondanks zijn, <laughs> naam, ondanks zijn de... naam eten met Ondanks ons... de gemiste kans van de alliteratie. Simon says, het dat... gaat allemaal goed. Voilà. Dus <laughs> dat is wel echt heel tof. Ja. Nog één ding, dat wil ik toch nog zeggen. Is, sorry, als ik zo'n reactie zie, dan moet ik... Dat wil ik hey, go, 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 ik ben blij. Die een hond... Man, ja, ja. Die, die een hond... Hier geef ik ook niks mee weg, maar er is, als je een freeze frame doet, hm. dat is cool, Joe. Een freeze frame, dat verblij... er zit echt een akelige scène in. Word je uh, een bang? Uh, ja, ik, ik was en vooral de, de, de acteur Flor de Kleijer, was, uh, was, uh, was, dat was heel, het is heel typisch. Dus ik had, uh, het is de klassieker van niet werken met wat is het, uh, dieren en, en baby's ja, en, en op, boten, de, bo de, de drie bases, ja. baby's, ja. uh, uh, beesten en boten. Dat zijn zo de, in de fictie moet je dat vermijden. Ah, uh, ja. Maar ik dacht, ik dacht, echt dat we de, de hondentraining uh, ver genoeg stond om, om een hond gewoon te laten staan. Maar op een bepaald moment moet die hond wel een beetje beginnen, beginnen flippen. En uh, ja, dat, is, ja dat, dat blijven beesten. Hè? Dat is, dat is hoe getraind dat die ook zijn. En dus we moesten... Welke ras was het? Uh... Ik zou het niet weten. Dens een docht, docht zag je? Dens ja, Een gigantische hond. Een grote hond ja. En hij was ja. nog niet oud, weet ik. Dus de, 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 de was, die was nog maar, ik denk dat hij misschien zelf ja. nog een jaar was, maar nogal gigantisch. Die, die toort, toort ook boven die, 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 dat, dat bankje uit. Ja. En we moesten dus eigenlijk, ja, we moesten wat shots hebben van, van uh, Flory. Die dat beest een beetje. Ja, die, die, dat beest moest, zonder het te spoilen, uh, een beetje kwaad worden op Flory. Ja. En uh, op een bepaald moment was ze waarschijnlijk een beetje een hap in de richting van en dat is wel man, dat is. Uh... Dat zijn kaken hè. Ja en, wa en waarschijnlijk, Ai, dat is niet getraind hond, dat zal wel nooit zo ver gekomen zijn, maar gewoon al. Zo'n wezen dat even naar u springt. Ja, ja. Uh, die was er even niet goed van, ik was er ook even niet goed van. Dat was ik vind even... dat wel een moment in de reeks. Omdat maar ik je... ben blij dat je het ziet, want, want, uh, <laughs> uh, want al die moeite daarin. Dat en, en daar zitten de framen waarbij dat je wel ziet van. Het, het, het is wel degelijk. Het gebeurt wel degelijk. Je ja. zou heel makkelijk kunnen zo. Er zit ook het, een, over een overslag in je. Kazang! <laughs> dat je dat wel, <laughs> ja. wel voelt, voelt <laughs> met, met daar, angst. daar is er een beetje, een ja. beetje angst in de stem. Dat bedoel ik echt niet lullig, maar de reeks is. De shots, dat is ook de strakheid van die reeks. zeker, zeker want nou, daar valt de DOP even door dat ding. Dat is even een breekpunt. Ja, Dat, is zeker, ik zo. Ja. Ja, dat da was een hele... Een hele ook, ook om die scène goed te krijgen, om, om, om genoeg te tonen. Omdat om je wilt niet zo gewoon... Een, een gezicht tonen die dacht: ah, ah en zo, de, van, oh ja, je, die ja. onderbeeld is hier allemaal aan het gebeuren. Hè? Nee, nee. Dus je wilt wel zo even de actie tonen. En dan had ik natuurlijk: ja, we hebben heel lang gefilmd met een hond uh, om te proberen de hond te doen doen wat hij deed. Uh, ja. Alle respect voor de fantastische, voor de kleire, hoe, hoe dat hem zich daar uh, heeft, uh, heeft in ingeleefd. Uh, ik was heel blij dat we inderdaad zo'n shot hadden. En ik ben blij dat het u is opgevallen ook. Dat, er, uh, dat daar wat moeite in gestoken is. Het is vooral een what if. Mm. Ja, ja, ja. Hebben alle scènes die je hebt opgenomen. Allee, scènes ja. niet, maar, maar alle uh, ideeën het gehaald. Of waren er een aantal dingen bij waar je van zei. Ja, dat is toch niet zo leuk geworden als we dachten. Of dat uh, heeft misschien een, een, een do-over nodig. Of dat is toch niet. Ah, er is eentje dat we. En dat was die met Flor de Cler. Daar ah, ja. uh, had ik eerst een idee mee, Maar dat, dat was ik gewoon. Een nee, 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 papa die binnenkwam en kwam gewoon dat hij zo. Um, dat hij echt in, in zo de, de hel zat in zijn leven. Zo. Hij, was, hij was te laat van zijn tweede job. Uh, ja. uh, uh, want hij heeft dan nodig sinds de scheiding. En zo, zo, alles, alles dan misging. En dan, uh, um, was dan, dat hem dan ook, uh, omdat hij geen tijd had, want hij moest naar zijn volgende job gaan, dat hem een broodje begint te eten. Ja. En dat dat broodje dan op zijn uh, uh, so, Morst op zijn hemd. En dat hem dan zo instort. Ja. En dan kijk ik hem dan zo: uh, zeg van ja, kom, kom, kom het is goed, uh, eh, we ga, ik ga je even laten. Ik ga, ik ga de oude contact gewoon snel afhandelen. En dan kun je even op je, op, je, op je gemak komen, kun je even op, eh, tot ja. rust komen. Oké, okay. en dan kijk ik naar zijn boek. Ja gebuist op alles, heel slecht bezig en waarschijnlijk blijven zitten en Het is dus eigenlijk zo, de man de slag geven en uh, ik vond dat, dat in scenariovorm was dat grappig, maar ik denk dat vloert misschien dat een beetje te goed deed gewoon, want het was gewoon echt heel triestig. Oké, okay. het was gewoon echt. Maar dat dat ja, lijkt mij er... wel iets dat ik zou willen zien. <laughs> ja. Het is misschien inderdaad niet de de, de hoe zeg je dat de seizoensopener ja. of zo, maar het is wel zoiets dat maar je. Soms heb je met fictie dat, dat je het... Hoe, hoe, dat je het voor u ziet, maar als, als, als je het dan echt gewoon gefilmd voor u ziet, gemonteerd, mm -hmm. dat je ziet van ja, het, het is gewoon de, de, de tragiek verdrijft, de humor gewoon ja. uit de scène. Het is, het is eigenlijk een compliment voor Flore, denk ik, dat, hem het, ja. dat, dat je echt gewoon een man zag instorten en dat je, <laughs> je te, te empathisch was tegenover hem, ja. omdat ik denk dat. Om er om, nog mee te kunnen lachen. Wel, je moet wel ja, ja. leedvermaak hebben, wat dat ja. bij veel ouders en, en, en de leerkracht is in de reeks. Hè? Mm -hmm. Een beetje leedvermaak. En om dat te hebben, moet, het u, moet je ergens toch een beetje genoeg... Um, ja, mag het hoofdpersonage je niet te veel kunnen schelen, denk ik. Nee. En ik denk dat door de manier van acteren van Floor dat dat een beetje te... Te nee. heavy was of zo. En die heeft het niet gehaald en hebben ik hem teruggevraagd voor uh, bijna ja. door een hond opgegeten te worden. Dus ja, toch, ik, vind, ik, 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 ik weet het niet, omdat ik wat ik wel heel hard had met die reeks toen ik er naar aan het kijken was. Het eerste dat ik dacht was Ricky Gervais. Ja, ja het ja. eerste dat ik dacht is het heeft een enorm, een enorm Ricky Gervais gehalte ja. je, je zou hem zoiets zien maken. Ja. Het is een heel realistische omgeving. En er zitten allemaal mensen in die op een bepaalde manier zo genant vervelend zijn. En je kent die situaties. Hè? En je weet al, dat is eigenlijk al van in het begin, als die een briefhouder op de tafel gezet wordt en wat moeten we hiermee doen, ja. dat je al denkt. Oh, hè, zo. Dus je voelt al wel dat er. Ik denk wel dat er mogelijkheid is als het, als, als het nog een seizoen krijgt. Ja. Dat daar zo'n scène in zit. Ja, ja. Dat je echt aan het kijken bent en denkt: oei, nu is het gewoon. Wat je bij Afterlife bijvoorbeeld, ik ja. heb die laatste reeks van hem op Netflix waar ook zo een paar echt zware scènes in zitten ja. werken van denk fuck maar tegelijkertijd maar bij al zijn werk vaak op het ja. einde hè, zo bij ja. die office en extras is het ook op het einde wordt dan plots van oh shit ja. het gaat hier over een echte mens ja. en bij extras vooral als het gaat over zo de, de vibe van de reeks ja. uh, heb ik daar bij extras uh, heb ik daar wel naar gekeken omdat dat is eigenlijk is heel extras is gewoon Ricky Gervais loopt rond en komt de zotten tegen ja. dat is eigenlijk heel die reeks mm -hmm. daar hier is een zot daar is een zot ja. en heel die reeks is eigenlijk gewoon hij die zo ja, 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 ja. <laughs> we zijn nog wat zei jij nu allemaal? Ja. En dat vond ik leuk. En in die zin is oudercontact ook een leuke speeddating. Ja. Om gewoon personages af te vuren. Een na de andere. Ja. Dus uh, als je als Ricky aanhaalt, uh, dat zit zeker in mijn achterhoofd als ik daar uh, aan gewerkt heb. Uh, ja. Zeker. Ja. Ja, ik, ben, ik ben wel een beetje, dat is wel controversieel. Ik ben, ik ben uh, uh, niet zo. F, minder van, van de recente Ricky Gervais projecten. Ja. Ik vind zo na uh, Extras Life Too Shorts vond ik ook nog leuk. En de, de podcast en al. Maar zo, vanaf Derek. Uh, ben ik hem een beetje kwijtgeraakt. Derek heb ik niet gezien eigenlijk. Heb jij dat gezien? Nee. Maar ik vind ik dat hij vind... soms nu ook dat hij, in, dat hij online zich soms profileert. Mm -hmm. in, in posts, denk ik van. Ik denk dat de Ricky Gervais van 15 jaar geleden u had uitgelachen. Omdat hij kan, het kan soms heel zwaar en oprecht worden in zijn posts en zo zaken. Dat ik denk van. Ik denk ik dat de oude meer genuanceerd, en alles meer zou nuanceren. En niet zo zware posts zou doen over, over dieren of liefde of zo. Ik weet niet. En ik ja, 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 ja. Dus in die zin ben, ben, ik, ben ik vooral voor de. Voor de ja, dat je eigenlijk voor de bij oudere... extra's ook een beetje voelt. Van, dat is ook een deel van die celebrity-cultuur. Is van zo heel gewichtig te doen over ja. sociale zaken. En hij stapt er dan nu een beetje in mee. En dat dat eigenlijk een ja. joke nog altijd een beetje moet blijven. Ja, ja. volledig. Ik vooral vind, ik vind ik zijn wel mee. Maar ik vind ook extra's was voor mij. Zijn, uh, dat vind ik nog altijd fenomenaal. Ja, zeker. Ik moest er aan denken, want ik heb eindelijk mijn dvd's terug gehad van een team. Dankjewel, ze liggen ook nog altijd daar, maar ik ze direct zag liggen. Dat is wel de meester in ongemakkelijkheid. Ja, ja. En ik bedoel, hoe doet je dat eigenlijk? Want, ik bedoel, je hebt een veel ideale wereld. Misschien dat het altijd om de ongemakkelijkheid gaat, maar het zit er toch af en toe. Zeker, ja. Zit daar een soort science in dat je weet? Ja, als je zo'n sketch wilt doen naar ongemakkelijkheid, wat is de truc eigenlijk? Is er kunde. Is er soms dat je te ver gaat? Of... Uh, zeker, het is vooral stilte. Stilte op beeld is... Mm -hmm. I... Is het ergste ever. Ja, ja als, de, de, ik denk dat dat altijd het, 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 het makkelijkste tool is voor, voor awkwardness, is twee mensen die in de ruimte zitten en die niet en geen van beiden is aan het praten. Ja. Dus dat is altijd een, 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 een toffe... Ik vind ook dat, er in, dat we in de reeks ook genoeg ruimte hebben gelaten voor de stilte, voor als er, als er niet meteen een antwoord komt, om het even te laten... Rustend ja, zijn. Ja, ja, ja. Uh, dus ik dacht dat lijkt me altijd een, een goede tool voor, uh, voor awkwardness. Uh. Ja, ik, ja, ik, ik moest. Ik, dat is totaal iets anders, maar ik, ik was aan het kijken naar uh, zo van die. Uh, hoe zat dat nu weer? Een of andere regisseur had iets gezegd over de, de Michael Bay, die The hm. rock had gemaakt. Die hm. had gezegd dat het meest intimiderende dat hem ooit had gedaan in zijn leven was met Sean Connery werken. Hm. Hè? Omdat dat zo'n legende was. En dat schijnt ook, een, uh, die stond bekend als, wat ze noemen, een director-eater. Dat is echt een gast die een, een regisseur opvreet ja. als ze hem niet vindt dat dat oké okay is wat hij doet. Eh? Eng. Dus, en dan krijg je, want dat was nog het beste van allemaal, en dan er stond eronder zo'n filmpje van, ja, hier zijn allemaal outtakes van The Rock. En er is een moment, daar is Ed Harris, die dat daar eigenlijk een beetje de, 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 de slechterik in speelt, die, 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 die kolonel, die je dat zo... Maar je ziet he, dat hij in een take verkloot en dat hij kwaad wordt. Die verknoeit zo een paar takes na elkaar. Maar die is blijft in character. Dus dat is heel weird, want je spreekt de regisseur aan als ja. sir. Alsof dat dan een generaal is. He. Dus die zegt letterlijk. Uh ja, zo euh, so, dan verkloot je dat en die is zo fuck. En dan stampt hij zo tegen een stoel en wordt hij zo kaak wat. Gaat hij er terug staan? En die zo, yeah, you need to be uh, closer to the to to the window for the light. Closer to the window for the light, where sir? Zo, dus dat is zo. Dat. Yeah. En je blijft op die manier ook praten. Dus je voelt ook iedereen dat er rondstaat, weet van... What the fuck is hier oh, aan is gebeuren? Jaren, en daar zit ook nog een pakje awkwardness bij elkaar te, yeah. te kijken. Dus als iemand ook zoiets doet waar al de rest zo ja, op reageert van... Shit, wat moeten we hier nu doen? Yeah, yeah. Dat is letterlijk die uitspraak van Dane Cook, denk ik. It's like daddy slapping mommy in the face at the dinner table. <laughs> He, dat je zo ja. Dat moment zit dat iedereen om de tafel zit. Wat de hell is hier juist oh, gebeurd? Ik had, uh, ik had eergisteren, of dag daarvoor, speelde ik in Heulen in West-Vlaanderen. Het, uh, het was een hele leuke optreden, in, in, in een topcafé. Uh, maar ik ben, ik, ben een, ik ben heel slecht met namen en gezichten. Dat is hmm. mijn ding. Ik, uh, ja, en uh, het is gedaan en ik wilde. Dag, een organisator voordat ik, uh, ik wegga. En ik, ik zie hem niet meteen staan. En ik heb zoiets van: ah, ik kan hem niet meer zo goed voor de geesttaal ook. Hè. Dus ik ga naar de bar en ik vraag: waar is de uh, organisator? En die wijst er naartoe. En ik, uh, ik stap naar hem af En ik mijn, hij was aan babbelen met andere mensen. En ik leg zo mijn hand op zijn schouder. Ik zeg: uh, Man, ik ben, ik ben door, hè? Ik zeg: Man, het kost een naam. Ik, man, ja. ik ben Man, uh, ik ben door, hè? Uh, tot de volgende keer. Merci, hè? En uh, hij zegt zo, ja, leuk, leuk, tof. Uh, uh, en ik ga naar buiten en dan daar zie ik die organisator staan. Dus hij is gewoon gewezen in de richting. En ik ben gewoon aan een random persoon uit het publiek gestapt, die daar met mate aan babbelen was. En ik heb op zijn schouder gekomen en in zijn ogen gekeken. En hij zegt, man, salu, bedankt. Hè. Ja. Dus die me ook gedacht hebben, wat een zot is dat. Kun je je voorstellen, als je naar, naar iemand gaat kijken, dat die zo u vastpakt en u persoonlijk bedankt. <laughs> en dan naar uh. misschien, misschien had hij zo'n gevoel van, god, die heeft die die gemerkt dat ik zo hard gelachen heb, dat je mij even persoonlijk is. Komen vertellen dat het hem doorgaat. Want als ik eraan terugdenk, is dat ze met maat nog zo. Achteraf gezien is het allemaal logisch hoe dat ze reageren. Hè? Want is hij zo, ah ja, ja, oké, okay, ja, ja, ik weet niet, ja, zo, ik niet weet wat het moest zijn. Oh, dat is ook wel tof, denk ik. Dat, je, dat zijn toch ook het soort gedachten, als je daar aan terugdenkt, mm -hmm. dat je zo zo wilt. Ja, wat een gruwelijk oh, gevoel is dat, als je zo doorheet dat je iets zo super zo, de klassieker is uh, de, de juffrouw mama noemen ah ja zo, dat, uh, dat is zo, uh, zo ik, dat, dat is wel twee jaar gedoe ah het, het, het is om zeep je sociaal leven is, is ik, uh, ik ga verder ik, ik gooi er nog één bij dat yeah. je, ik hoop dat je er ook kunt doen boterhammen die afgegeven worden in de volle rifter door de mama ah ja, oh. ja. maar dat is zo raar dat dat, zo de, 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 dat ligt zo heel gevoelig dan in, in, op die leeftijd zo Terwijl je zei dan, en terecht, mama's en papa's kindjes, hè, want je zei kinderen, anders overleef je het niet. Dat dat dan zo gevoelig ligt om zo je maten, dat die band of zo moet geheim gehouden worden omdat je stoer wilt zijn. Terwijl mm. dat je, dat je een zesjarige of een achtjarige bent. Ik, ken, ik hoor zelfs nog altijd dat gevoel, ik heb het vooral duidelijk het nooit meegemaakt. Mm. Uh, maar ik, 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 ik hoor zelfs nu nog dat geluid als je in een rifter zet. Iedereen is ontbabbeld, dat is een soort geroezemoes, een volle rifter. Ja, 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 ja. En dan ineens kwam dat zo op zo. Mm. En dan kijken, al die koppen beginnen in die richting te zien, naar de grote deur, en dan kwam daar een moeder binnen, en dan ook nog zo'n soort studiemeester is, die dan begon te wijzen van waar dat hem zat. En dan dat opzwellend geluid van die hele refter, die in de mot... Ik ben nou prooi... zo hyenas die zoiets gezien hebben. En dan die climax als die moeder... Die hebben geen ziel, Dat zijn kinderen, zijn echt... Ook, iemand laat zijn plateau vallen. ja. Applaus. Iedereen ja, ja, ja. applaudisseert. Hoe douche is dat, man? Zo gemeen! Er is iemand zijn eten, zijn bord is op de grond, en iedereen applaudisseert. Zo echt zo, one wereld zeg. Echt zo zot. Daar zijn ze in Harry Potter ook wel goed mee omgegaan, met die Screechers. Zo die een brief die je krijgt, ja. waar je moeder je zo uitkaffert, waar ja. iedereen bijstelt dat je zo aan tafel zit. Zo kan het letterlijk over en je waarschijnlijk. je krijgt zo mega veel gezeik, en ja. iedereen zit er zo aan het kijken van, ah, oh, dat is een brief dat je zelf nooit niet wilt krijgen, maar je hebt wel gigantisch leedvermaak met die persoon waar dat bij gebeurt. Ja, volledig. Volledig, man. Want... Ik oh. heb zesde middelbaar zelfs schat. Er was een jongen bij mij in de klas, ik zal hem niet bij naam noemen, maar, maar die is een mama kwam uh, een hele uitleg aan hem doen op de bus. Dat hij zijn tanden moest poetsen en dat zat daarin en dat zat daar. Maar dat is zesde middelbaar. Oh. Wij gingen op Rome reis. En toen moet ik wel zeggen, schat. dat vond ik eigenlijk wel mooi om te zien. Dat een klas vol macho's gelijk ons, dat wij er allemaal zaten aan elkaar. En dat als die afstapte, dat wij allemaal zo de neiging hadden om er naartoe te gaan en te zeggen. Mark Sava. Ja, dat je, meer, dat je echt dat je empathie toen voor ene keer is beter ja. was dan je dan pestneiging. Alla, maar dat is zo. Die zesde ja. middelbare. Dan begint de ziel zo'n beetje te. Ay, dan dan beginnen ze wel een ziel te krijgen als mensen. Zo, ja. dat, dat, dat punt zo inderdaad. Ja, voor de eerste keer beginnen zich zo tekenen van empathie exact. te vertonen. Ja. Dat je denkt. Oh, mij als mij, dat zou overkomen. Dat ik exact. zou blij zijn als iemand die iets stof tegen mij kwam zeggen. Ja. En niet, ja, en dat vond ik wel. wel allee, dat is iets dat mij wel bijgebleven is. Want ik dacht. Als dat drie jaar ervoor was gebeurd, dat was de hel geweest. Die reis. <laughs> en en dit u. is uw jaar nu. Ja, Leid u uitlachen this is who you it. are now. Ja, ja, ja. uw hele identiteit. Als je zo. Uh, het is niet helemaal hetzelfde, maar dat vraag ik me ook altijd af eh, met de ideale wereld, eh, satire. Hmm. Ik, ik, ik weet niet dat je al zo werkt, maar stel, morgens iedereen, weet je, dat, redactie, redactievergadering of whatever. Wat zijn de ideeën? Wie gedut doodgingen? Wie gaan we. Maar dat is, dat is een lijst met potentiële gebeurtenissen. Mm -hmm. Ik, altijd, ik zie daar wel zoiets grappig in dat je zo al nou live de slachtoffers ziet wie dat het geworden zo. <laughs> zo. zo al een bericht krijgt in deze woorden van ja, ja of zo of ik ben het niet ja. maar, maar dat is ook een soort ja je weet dat toch wel van... Ja, yep. En wat zie jij dan voor je, zo'n loopband waar dat die één voor één uit de kast komen geschoven nee, en zeggen... Nee, nee. De nee, Ik zie gewoon zo... Ik zal zeggen... Een soort bord. je ja. hebt een idee. En wie zit er allemaal? Gewoon ja. al die teams. Ja. Want, ja, dat was wel echt... Uh, ik neem aan dat er gewoon op staat, dat is mogelijk, dat is mo wat gaan we pakken? Maar degene... Eigenlijk zou toch hilarisch zijn dat dan de slachtoffers in spe zo live kunnen volgen wat dan de beslissing wordt. Want en zo ja. Net, ja. net geen vinkje achter nee. uw naam. Maar zo, yes! Yes! Ah, yes. Ja, ja. Top, top, top. Vlaggen. het bedoel, het is altijd goed, maar ja. het hangt af van het idee. Als we net een heel goed idee hebben over u, dan, <laughs> dan, 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 dan hangt je. dan hangt je. <laughs> Ach, ja, man. Ik, um, ja, wat ik ook, ook over moest Jij je nu ook een nieuwe show aan het maken, hè, want het is niet alleen uw, uh, uw TV-programma, maar je. Ja, die, die ik ook al vorige <laughs> keer heb aangekondigd, 18 jaar geleden. Eigenlijk wel, hè, want dat was, dat was tijdens de, hè, de ja. COVID, waar dat dan iedereen, hè, de show dat ik nu mee aan het try-out in, dat is ook al dat. Hè. Ja. Omdat je denkt van, ja, er, er is iedereen toch zo'n rare pauze op gezeten. Ja, hoe, uh, de titel is kwestie van smaak. dus ja. uiteraard. Hè, de, als je u kent en je weet, standaard koekhandel en zo, we het hm. straks nog even over gaan hebben, maar dan weten, ja, eten is belangrijk in uw leven. Had ja. dat daar weer iets mee te maken? Ja, of eigenlijk, dat... wel. eigenlijk ja. wel. Want ik was aan het denken van, oh, is het niet te veel over eten, maar dan dacht ik van, ja, zo maakt het ook altijd over de liefde-liedjes. Eh? <laughs> het is niet dat mensen zeggen van, ah, oh, het is weer al over de liefde nu. Eh, dat is toch, en, is, eten is toch even aanwezig in ons leven, toch? Eh? Ja. Iedereen eet aan, elke dag heel aan, veel. Aanweziger zelfs, zou ik aan, zelfs al, durven kijk, zeggen. En hoe, min hoe minder liefde dat je hebt, hoe meer dat je hebt om ah, het te eten Dat ook... is een mooie website plank kijkend naar wel dus dus uh, dus in die zin ja dus zolang dat er uh, het, het is een thema dat mij uh, in het hart zit uh, en uh, nou aan het hart ligt en dan uh, hopelijk was, niet te veel in de bloedvaten, Waarschijnlijk en letterlijk niemand. ook dus uh, <laughs> dan moet ik nog een keer op controle gaan uh. maar dus uh, dus dat, dat is wat er vaak uitkomt en ingaat uh -huh. ja. uh, dus, um, dus ik, ik merk nu al bij de try dat dat er, dat er het gaat ook over andere dingen. Uh, uh, het zijn andere, andere fases in mijn leven die er zijn en eraan komen, maar, uh, maar dat eten toch altijd wel zo de, de rode draad is. Uh, ja. Ja, voedsel. Voedsel, ja. <laughs> En heb je nog uh, tof voedsel ontdekt? Sinds, uh, uh, sinds de wat, laatste keer hier. Ah, wel, dus, wat, dus mijn, mijn vriendin maakt soms dus de halloumi. Oh, ja. uh. Dat is een proces geweest. Uh, om te, om te aanvaarden in mijn leven. Daar word ik niet klaar uh, mee? Nee, nee dat, was even, uh, <laughs> dat was even te conservatief daarvoor. Mm -hmm. Het is wel zo veel nieuw eten dat er soms komt. Ik dacht van, ik denk dat we er al zijn qua eten. Ik denk dat we die zoektocht naar nieuw eten mogen uh, stopzetten. Mm -hmm. We hebben frieten, we hebben Twixen. Dus uh, laten we het laten we stoppen. Kunnen we misschien nog combineren, maar dan zijn we ah, ja ja. Die ja. Uh, 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 frituurde een Twix. Ja, ja. Uh. In Amerika doen ze blijkbaar zo uh, um, ja. stukken boter Ja, dat, die, die hebben ook gewoon het, het, het fenomeen stick of butter. Hè. De, ja, dat is een magnum genoeg, met, met boter. Ja, ja, met boter. En is, ja, ik, kan mij niet, ik, ik kan mij ook niet Stick inbeelden dat dat echt super, super lekker is of zo. Allee, jij wel? Gij niet, ja, een frituur is een lekker maakmachine. dat ja. steek daar iets in. Dat is, dat... Hey, ik ben nu ook geen grote peterselie-fan, maar ja. peterselie gefrituurd, dat wordt oh. fantastisch weer. Dat, ik. dat, dat is echt een vernaalkroketje. Ik daag je uit om iets in een frituur te steken dat daarna niet heerlijk wordt. Dat yes, misschien wel waar. Ja. Een leuke kijkersvraag. Uh... Stop, er wat, komt... wat heb je zoal in een frituur gestoken, in een friteuze, die niet nie heeft gezorgd voor de beterschap? Denk je dat je ooit van uh, het... ah, nee, niet dat Mijn luid. hand. <laughs> mij van een... het waarschijnlijk ah, wa... beter. Waarschijnlijk overheerlijk. Waarschijnlijk beter, ja. Denk je dat je ooit van uh, het... Uh... Ah, niet dat dat erg is, maar... Denk je dat het koeken ding... Uh... Is dat? je houdt het natuurlijk zelf aan. Het, het helpt niet als het gaat over diëten. Ik krijg ook heel veel koeken. Hè? Ah ja, nu, ik wel zeggen, al veel stand-ups zijn wij al heel dankbaar geweest. Omdat die dank, door dat ze in standaard koekhandel zijn geweest. En dus hebben kenbaar gemaakt wat hun favoriete koek is. Die dan die koek vaak krijgen in cultuurcentra ook. Dus in die zin heb ik wel teruggegeven aan de samenleving. Dat dus je je kunt eigenlijk gewoon de riders aanpassen. Gewoon door programma's. Eigenlijk te maken. wel. Je kunt daar naar kijken gewoon. <laughs> uh, maar uh, maar uh, ja, dus het is toch. En vaak dat ik dan zo ja, koeken krijg bij optredens. En als je dan. Ay, als je dan op dieet bent. Ay, ik, ik ben echt een. Ondanks nog, nog eens gebeurd bij een optreden. Gewoon iemand, de organisator hier. En dan zo'n doos dinosaurus met melkchocolade. Mm. En echt gewoon. Ay, dat is op tegen dat ik thuis ben. Hè. Ja. Letterlijk gewoon zo. Op weg. <laughs> in mei. <laughs> en uh, en daar moet je motten gaan slapen. Hè. Dat, is, uh, dat is niet minder. Dus ja, dus ik moet... Uh... Dat vind ik misschien het vreselijkste gevoel aan crap eten. Want je, ik heb ook altijd van die op-en-af periodes. Uh, dat je zo... Nu zit ik in een goeie periode, ja. maar je, ik heb ook van die... En dat is altijd dat, dat, dat het niet kunnen loskoppelen van naar iets te kijken op tv s'avonds. En dan iets in uw mond te moeten stoppen. Wat voor mij altijd de zwaarste strijd ja. is. De rest van de dag kank ik eigenlijk aan. Maar de avond voor de tv, zo zonder crap. En wat zijn nu wat zijn de gevaren dan? Ja, chips ik, ben, of, ik, ben, ik ben meer een, uh, een, een hartige. Dus voor mij ja. zullen het dan eerder um, chips of dat soort dingen ja, zijn ja. Dan, dan zoetigheden. Hoewel, dat hangt er dan ook van af. Want ik heb dan ook nog iets van die. Momenten dat ik dan zeg, ja, ik, uh, ik eet nu iets zo uh, zout. Maar ja, nu heb ik al dat zout, ik moet dat wel wat counteren met wat zoet. Man, en dan begint het uh, helemaal yeah, erg. Yeah. Want dan begint echt je eigen vol te proppen. En het is ook dat gevoel dat je in bed kruipt, maar je zit eigenlijk oh, nog vol. Man, dat is mattig, ja. Dat vind ik ja. vreselijk. Ja, ja, s morgens wakker worden is dan ook. Ik heb ook het gevaar van. Uh, dus ik eet, tot mm -hmm. ik vind ja, ik heb genoeg Maar dan drink ik ja. cola. Zo, hè. Oh, ja, ja, ja. Dat, dat is niet meer drinken, dat is wegschassen, Dat is echt gewoon zo. T, 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 de rivier gebruiken om het diep. Hè. En dan, da, nadat ik dan weer gedronken heb, dan weer goesting. En dan in een vicieuze cirkel. Ja, want dan heb je uh, dat zoet gegeten, nou, dat is zout. En dan denk je nou, daarnaast wel wat zoet komt. Terug. Ja, exact. En dan komt er in zo dat, dat oneindige ja, uh, terecht. Hey, dit ja. wordt al meegemaakt, het is redelijk chillant. Er zijn bijvoorbeeld frieten aan het eten. Hè. En je bes besluit, het is genoeg geweest, het bestek wordt uh, parallel gelegd, de klassieker van, ik stop met eten. Ja. Sanitaire stop. Je komt terug en je beseft van... En je herstart. <laughs> Dat is iets heel vernederends, omdat iedereen weet van, zo, zo, ah, geen vetzak, zij gaan leeg, ja. Zij gaan is er weer plaats, okay, kameraad? De maat van mij, die, die is zelfs toch? nog iets erger, Dat was, uh, die, die, ging, die, die stak een vinger in zijn keel in het What toilet. Ja, voor het er allemaal uit, en dan ging je verder. Wat een liefde ja, voor de frieten. maar dat is echt niet normaal. En dat ging dan, dat ging dan over, over dingen, als, want je, je had dan ook zo... Je lustte dan heel graag van die puttyfoertjes en zo, en zo, van die crap. Maar, maar en dat was, dat was dan eerst droog, zo dat pak ook droog, tips, Dit en dat, en dan zo de, de vinger in de keel, alles eruit, en dan de puttyfoert. Dat ik ook denk, maar als jij net kots hebt geproduceerd, en er toch geen goesting voor nog... Kijk, het is... Uh, Jij knikt dan al zo van, ja, dat zag ik niet direct zeggen. Dat ik ook al What? denk, wat? Maar, wow, maar wacht, het is niet omdat ik knik, dat is, maar ik heb wel begrip voor dingen. Het is niet omdat je begrip voor dingen hebt, dat je ze ook zelf zou doen. Ja, wat ik net zeggen, ik ben blij dat er nog iets is tussen mij en de bodem, dat je nog weet, van, <laughs> da daar ben ik nog net niet. <laughs> Ik, ik, heb, ik, heb nog, ik heb het zelf nooit gedaan, maar ik heb wel een soort gelijke verhalen. Ik heb ook een vriend. Hè, zo, durf te vragen. Veel vrienden hier. Ja, wel, nou. uh, die, die... Bij mij gaat het over mijzelf, maar bij jullie is het altijd een vriend. Precies, die, uh... ja, dat kotser was echt een vriend. Zo, de, de, de andere zieligheid zal ik volledig op mezelf nemen. Maar de vinger in de keel, dat was voor mij ook... Dat was een waar ik zelfs even stil van werd. Dat is dus... Die mensen aan het eten... En ineens is je, oké, we komen hier aan de grenzen van de fysica gewoon, er is mm -hmm. geen plaats meer. Maar ja. ik niet zo van wat ik aan het doen ben. Hè. In Amerika, echt gewoon. In ja. de all, de, bij mij, allee, de all-you-can-eat-buffet. Ik heb het zelf niet gedaan, maar iemand dat kent, ja, de all you can eat toestanden gebeurt daar wel vaak, hè. Om het eruit dat wel vaker. Laten houden. we eerlijk zijn, ik wil hier geen geschiedenisles van maken, maar dat is oud-rome. In Rome gebeurde dat, hè? De, de vomitarium. Je gaat er uh, ook zo'n ja, stok ja. met een vinger aan. Ja, hè, dat je ja, zo ja. in ah, je keel waarom, waarom? Ja, dat was gewoon de, de gouden tijd van overvloed. Dat is la Grand bouffe. Dat is, dat, is. het, dat het dat morgen veel, op? Dat is veel... <laughs> ja, maar ja. Of straks. Toen hadden ze geen ijskas, hé. Uh, uh, moest uh, binnen. Uh, hey, ah, oké. Okay, ah. Maar kijk, daar, daar <laughs> komt het nu. Hè. Ja. Disclaimer, dit is geen geschiedenispodcast. <laughs> en de kot dan door voor de lagere standen in de samenleving. Ja, inderdaad. Hé, maar daar hebben families van gegeten. Dat is dan een man in. Beter Normaal gezien. Uh, ja, ja, Jezus dat, Christus. Man. Ja, we weten er alles over. Ja, uh, ja, ja. Bart van Loo, je <laughs> weet dat hij. Als je nog een boek. Uh, <laughs> National Geographic Discovery Channel. Ja. ja, maar, nee. ja. Ah. ja eigenlijk uh, is het nog één ding dat, we, dat, dat ik. Veel van de dingen die we verteld hebben, lagere school, namen kiezen, mm. kinderen, dat had oh. de... oh, Ja, dat is ook iets, uh, bij, bij de uh, lagere school, een van mijn mooiste herinneringen van de lagere school, is de koek die je smiddags mee had op de lagere school tijdens de pauze. En wel, was dat een dinosauruskoek bij jou? Um, dat... uh, 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 ik kan ja, zeggen, ik was iemand die vaak, uh, 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 ik had soms een koek mee, vaak chachas. Uh, oh, dat is ook wel oké. Okay, uh, maar ik, ik, ik vergat het vaak. Dat is een beetje sticky, hè. Zo. Ja, dat ik vind ik wel tof. Ja, dat is iets hoeveet, ja. Maar ja. ik was iemand die het vaak ook vergat, en dan was er zo'n reële politiek van het, het schooien, hè. Het schooien om koeken en van wie kan ik een koekje krijgen. Van welke koeken weet ik dat ze heel uitdeelbaar zijn. Ja. Cartoonies of zo, of huggy Bears, of uh, koalakjes. Koalakjes, waarbij je dat wist, dat is vaak iets, net iets te veel ook voor de gemiddelde zevenjarige. En dan wist je, daar kunnen naartoe gaan voor het schooien. Oh, nou een... Dat is een koala dan weer? Koalakjes, dat is zo'n kokervormig... Uh, Best zo lekker, hè? Ja. Zo wat uh, honinggraatvormig mm -hmm. uh, koalas. Ja. Koekies, Koala koeken. Koala koeken. Even kijken. Valatie, dat is. Dat is het. Oh, mei, die ken ik niet. Dat is, uh, Dat is, uh, ja, een klassieker koekje met, met een dikke ah, chocolade. Ah, dat is een beetje gelijk zo. Uh, oh ja, oké. Okay. Is ja. dat. Is dat. Is Een beetje er, lijkt de cartoonies eigenlijk. Ja. Het, het is een beetje. Oh, je, het, komt, het gaat er weer negatiever uitkomen dan dat ik eigenlijk bedoel. Maar uh, kunnen je tips geven voor. Koeken uh, die als je weet dat je in een positie gaat komen dat je veel gaat moeten delen. gezegd, ja. dat zijn slimme koeken voor je nou. De knoppers, hè? De knoppers. Ja. Die zijn zo, dat zijn vierkantjes en die zijn heel dik. Je kunt daar bijna niet een dertig stuk van afbreken. Dat, is gewoon, dat kruimelt gewoon. Mm -hmm. En als je een stuk wilt delen, dan moet je bijna de helft geven. Dus als je de knoppers meeneemt. Ja. Dan zijn er safe voor schooiers. Nee, de argumenten. Dus dan, ik kan hier geen dertig stuk afbreken zonder... Oftewel kruimen het weg in mijn hand. Oftewel moet ik u driekwart van mijn koek geven, wat we ook niet gaan doen. Dus. Is jij een goede deler? Uh, ik, 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 ik zat vaak aan de schooi-kant van de, de, de anekdote. Uh, maar ik neem aan dat het allemaal een soort van politiek was van... Uh, you scratch my back, I scratch yours. Dat was een soort van politiek, zo'n gangster... Ja, als je zo letterkoekjes bij hebt of zo, ja, dan hangt er eraan. Hè. Of ja, zo van die kleine ronde met zo'n met zo harde suiker op. Schi schijtmopjes. Ja. Scheitmopjes? Schijt ja, wij en noemden dat de... zo scheitmopjes. Ga er nu nee, scheitmopjes, er... Google. <laughs> ja, ik moet me gelijk al. Scheitmopjes, dat kan ook. Ja, dat gaan we niet doen. Je weet welke collega's komen er dan ja, op. Ja, ja, zo scheitmopjes. <laughs> zo. Oh. <laughs> <laughs> Recensie van mijn try-out van gisteravond. Ja, koek. Ik ja. er toch koek bij zitten. Toch, ja, toch gevaarlijk koekjes. dit. Ja. Ah, ja, dat dat dus... is toch iets anders precies. Beschrijf het nog eens? Ah, wel. Dus een soort. Ja, dat was precies een toefje. Ah, ja, een toefje toefje ja, Sinterklaas, en... dat, dan is nu op een het Ja, 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 tuurlijk, ja zo een, 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 ja, een, een, een slagroom... Ja, dat's, dat's, Maar, dat's, dat's maar ja. Suiker, jou, dat is gewoon suiker, ja. Dat is echt suiker, ja. In ja. die ja, ja. Dat is ook hard. Dat, ik, ja, dat, dat zijn ze. Dat zijn ze. Ja. ja, dus eigenlijk, de tip is vooral geen kleine, kleine entiteiten meepakken, want dan wordt de uitdeelbaarheid plots heel aanzienlijk. Ja. Ja. Goed advies van de meester. Je kijk, pak het mee. Vind ik ook heel, heel, heel zot hoe dat dag geëvolueerd is, man. Middageten voor kinderen. Mm. Zo, dat je nu echt heel er. Er zijn zo. ouders die zo heel er maaltijden meegeven aan hun ja. kinderen. Maar echt in zo hè, zo, wat ook heel zo in is, is zo'n Japanse bento-box. Huh? dat is zo'n boxje in verdiepingen echt letterlijk, waar dat dan zo een verdiepje in zit waar ze dan wat fruit of wat groenten in doen, dan ligt er daar bovenop zo en dan, dan gaan die naar school mee van die dingen als ja mama heeft kies meegegeven of zo en dan denk ik denk wat de fuck man Hier, kijk zo, ja voilà. vroeger oh. kregen ze ja zo dat en dan denk ik denk dat zijn zo heel de uh, ja. maaltijden dat die nu meekrijgen Maar mijn... mariken ja. en je dat ooit nog maar mariken is wat is het twintig hè 21, ja uh -huh. Bij mij was het de boterham, niet uh, dat. <laughs> <laughs> boterham, jij dinosaurus, jij. <laughs> ja, inderdaad. Oude ziel. Maar uh, het is jammer, ik, ik was, mijn, mijn liefde voor grootkeuken is echt ontstaan in het middelbaar. Ik vind dan nog altijd zo... zo echt, ik vind bij marie schitterend. Hè? Zo van die vol dat je weet hoeveel bloem dat er daarin zit. zo, ja. zo lunchgarden-achtige dingen. Ik, ik denk dat ik dat daar leren, appreciëren. Zo, uh. mm. De typische bloemkoolgeur in de gang van een school. Dat vind ja, ik ja, heel, ja, wat jammer leuk. is om een gaarkeuken, zeker als je het middags doet, of zo, ik heb bij mijn werk ook dat ik tegenwoordig gemakkelijk warm kan eten, je kunt daar moeilijk nee tegen zeggen, maar je gaat ook niet s'avonds dan het bord soep alleen eten. Ah, nee, nee. Dat is twee keer per dag warm eten. Oh, man, zit ik ook zo in? Ja, weet Het kan niet is. Daar komt er een frustratie Nee, maar het is toch mensen warm eten. Warm is geen smaak, dat is een temperatuur. Eet twee keer warm, het is geen probleem. <laughs> Oké, okay. doe het. Advies van de meester. Kijk, dat dit toch nog kwaad moet worden niet? <laughs> Goeie sfeer nu en dan? Uh... <laughs> <Dat is> echt... <laughs> ja, Andries zal u leren, jongen, met uw, uh... Ook, Geen oogcontact contact meer maken. Zullen we anders even gewoon Kazan... zo awkward stil te laten <laughs> vallen, voor <Ja>. zo even <laughs> gewoon zo. Voilà, dit verdient je, Andries. Waar Kazan niet in geslaagd is. Ik wel. <laughs> Van de buffel van hem kwaad te krijgen. Dat is echt goed. Ja, dan het, zoals ik al zei, lagere school, dingen, namen kiezen. Van, uh, ja, dat is ja. Uh, binnenkort een uh, realiteit voor u. Zou wel eens uh, kunnen, uh, ik, uh, Lucas Lely. Mijn, mijn uh, lieve vriendin is With the Child. Oh, nice. Ja. Gefeliciteerd, man. Dank u wel, Keine merci. Goed, zie je? Yes. dankjewel. een Jurgen, uh, be a daddy. ja, <laughs> dat, is, dat is eng, maar jij je dat ziet? wel, dus het is, ja. het, uh, het is niet doordrongen nog niet. Okay. het zijn zo micromomenten dat het doordringt en dat juist, nou, het hoe, wordt... hoe lang weet dat al? Uh, ja, al, al, van, uh, al van november. dus oh, voor augustus. Okay. De, de, de moment dat je daddy zegt, dan, dat is zo'n micromoment dat het weer eventjes binnendringt van oh shit, hè. Ja. maar het is ook weer weg nu. Oh, oké. Okay. <laughs> dus het is zo heel af en toe dringen door van hoe gigantisch dat dat is. Ay, voor mij. Mm -hmm. en, uh, en, uh, maar af en toe dan besef ik dat het zo wat generisch is. Gewoon, Ah, dat gaat gebeuren, maar ergens besef ik het nog niet helemaal. Uh. Dus uh, het, wo het wordt een, 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 een jongen, nog een extra man op zichzelf. Oh, All right, ja. oké, okay, cool. Dus, uh... Want bij ons in de vriendenkring zijn het bijna alleen maar meisjes. Is zo? Ja, dus, en... je, hebt, je hebt er zo twee, hm. denk ik. Twee of drie mensen in onze vriendenkring die we kennen die zo'n ja. jongen hebben, maar meestal okay. overwegend. Uh, wow, wow, ik ben wow. blij om de genderbalance te hebben. Robert? Uh, yes. Als het geen een junior wordt, Lando Lely? Wat? Lando. Ja, het, uh, ik, ik, uh, ik ga het nog niet zeggen, we staan ook nog altijd open voor, voor uh, om, om, om op de laatste dag nog een, een, een naam te bedenken of zo. Dus we, gaan het nog niet, we kloppen het nog niet af. Maar er is een naam die we in gedachten hebben. Ja, ja, ja. Die ik nog niet ga, ga meedelen. Nee, 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 want het, nee, het nee. probleem is, je mocht het niet op voorhand zeggen. Want als je het op voorhand zeg dan geven mensen hun mening erover. Hè? Uh -huh. Als ik nu zeg die naam, dan gaan mensen door zeggen, oeh of eh. Terwijl, als dat al gebeurd is, dan... Ah, ja, wow, dan wow, moet, wow, dan wow, moet het wel, tuurlijk, natuurlijk. Je ja, ja, we kunt niet zeggen, jezus, wat een nou. ja, uh... ja, Bij ons, we hadden dat wel gedaan. Wij op voorhand al, jullie ook, hè, dat we dat eigenlijk op voorhand al ja. wisten. Want, want bij, bij mensen, dat men, was eigenlijk leuk voor mijn vrouw ook. Dat hij zo kon binnenkomen met je zwangere buik in kon zeggen: Oh man, Amy werkt op mijn zenuwen. Van dat. Dus dat ja. was al, eigenlijk was dat al een persoon. Ja, wel, dat is het gevaar nu, want ja. uh, ik heb hem in al een beetje de naam aan het geven nu ook. Ja. Uh, en uh, dan, weet je, dan ga je een keer gesmeten worden als er, uh, als er mensen in de buurt zijn. Ga je ja, dan ja, een keer ja, 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 zijn of zo? Ja, ja. Dan wel, uh, want dat zijn zo van die je hebt mensen die helemaal niks vertellen. Hè, die niet op voorhand ook willen vertellen of het een jongen of een ja, meisje ja, ja, ja. is of zo. Ja. Dus dat hebben we dan wel gedaan. Dat ja, dus. Geen uh, gender reveal party? Da, uh... da, nee, 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 dat gaan we niet doen. Uh, is dat, pardon, waren jullie uh, nee. bang? Nee, uh, om, dat te, <laughs> om dat te zeggen. Nee, maar jullie, was dat, gaf dat jullie stress? Om, nee. om ouder te worden, ja? om papa te worden. Ja. Goh, oh, nee, ik dacht je bedoelde de naam. Uh, nee, nee, nee zo, zo, gewoon het, het feit van Jezus een, een mens. Produceren. Uh, ik weet, toen het nieuws er was, was het even wow, en dan heb ik er echt acht maanden niet meer echt mee bezig geweest ofzo. Een <laughs> uh, ja, 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 Ro romantisch verhaal, ik vind dat we een mooie muziek op de achtergrond neerleggen. <laughs> en sindsdien eigenlijk ook niet meer. Uh, <laughs> maar, maar, ik weet, toen, maar toen het was van, oei, we moeten naar de kliniek ofzo, ja, ja. dan, dan is het... Maar dat is wel... één ding wel... Uh, ja, Goede raad. Natuur neemt over. Dat natuur neemt over. Je kunt niks doen zelfs. Dat bedoelt je, of? Ja, je kunt wel iets doen. Je zult veel moeten doen, want je gaat wel... Uh... Wat moet ik doen? Ja, je wat je vrouw wel moeten assisteren ja, ja, met Ja, ja tuurlijk, tuurlijk, Dus de gouden raad is, wat ze ook doet, wordt niet kwaad. Och, ja. Had je die neiging? Dat is eigenlijk al een gouden regel, in het algemeen, <laughs> ja, okay, ja, ja. voor het uh, huwelijk te doen slagen. Maar... Ja, nee, maar tijdens <laughs> bevalling of zo. Ja, kan het over. Over. Ja, ja, ja. Ik bedoel, ja. dat die... Ai. Er gebeurt wel wat, hè? Ja, ja zeker. Ja. En het draait niet om u dan. Dat is wel nee. heel duidelijk. Okay. Ja, dat was ja. voor mij het moeilijkste van allemaal, eigenlijk. Ik <laughs> maar maar heb ook nog een setje te spelen daar tegenover. Ik, mijn ik, ik echt echt moet uh, erover zitten, dat ze zei Het gaat niet over u. Dat is voor <laughs> mij altijd het moeilijkste van allemaal. Nog een goede raad, ja. Maar, 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 maar alles is goed, top, cool. Ja, ja, heb je ja. de kinderkamer al? Uh, wel, het, ja, het is de klassieker uh, voor mijn leeftijd, dus uh, ook een, een huisje aangeschaft en verbouwingen. Oh. Mm -hmm. Dus uh, als mensen de komende drie jaar met mij willen praten over kinderen of verbouwingen, ik sta klaar om uh, dat de, op uw, mij te nemen. de volgende show gaat daarover. Eindelijk is een comedian die het over kinderen en verbouwingen neemt. <laughs> ja, gelukkig. Ook een goede titel, dus, Kinderen is, en verbouwingen. Ja, dat is gewoon dat. Dat is eigenlijk wat, wat wel cool is om dat soort titels, is dan kunnen ze u echt niks meer maken nee, als ja. ze zeggen, ja het gaat alleen maar daarover. Ja, yeah, obviously. titel. Ik vind de kritiek, op, de kritiek over van, bij stand-ups van het gaat weer over dat. Ik vind dat totaal waardeloos, want het gaat, je kunt jij blijven praten over onderwerpen. Je kunt, je kunt de observaties niet goed vinden of de jokes niet goed vinden, dat kunnen je zeggen. Maar ja. een thema op zich, vind ik, kan niet een reden zijn om. om Nee. Om een show slecht te vinden of zo? Want, want kunt het altijd, dat kunt altijd. Ja, we hebben het nu wel gehad met comedians die over hun kinderen praten. Dat je zo denkt, ja, als die allemaal op een leeftijd zitten, dat die Wat net vader worden, of die dus... dat er uiteraard ja. over hebben. <laughs> Allee, dan, ja, sorry, ik zal maar even iets gaan opzoeken in de maatschappij waar ik het niet moeilijk mee heb om ja. u een plezier te doen. Volledig. Van, dat is... Ja, dat is is Ik was wel aan het denken, zo, hoeveel likes zou je hebben als je zo je eerste koek geeft aan je zoon? ja die Instagramfoto ja, uh... welke dat ah, ja jong. ik ga zeggen want het is een naam die ik, NFT. Ik, het is een naam die ik mooi vond uh, en die de revue passeerde maar we gaan hem niet geven dus ik ga zeggen, maar we dachten even aan Leo ja. <laughs> Sowieso. maar sorry. Ah, wel maar ik vind Leo echt een... Leo. Ah, wel ik vind, ik vind Leo <laughs> een mooie, naam, een mooie ja. naam maar omdat dat een koek is ik wil niet ik wil niet zo de, de tonen van ah ik, ik ga mijn een gimmick even op mijn kind projecteren, ja, ja. <laughs> of, projecteren of zo dus uh... Dat plus is, het, plus het is uh, niet gehoord. zelf wat dat je zei dat je moet er even met die pestborstel over ja, gaan. Dat ja, dat is wel het klassieker. Natuurlijk. Dat is waar. En uh, neemt u tijd voor, want de pesters, ze bekijken het van alle kanten. Hè. Ze zijn er uren ja, mee bezig. Ja, ja. Welke, welke letter kan je omdraaien? Welke, welke, welke uh, voorvoegsel? Wat kan je doen? Ja. Wat kan je doen? Dus. Dat moeten we wel een keer Ja, dat was een van de dingen dat ik een van de leukste momenten vond. Dat is een goede vriend van ons. Sorry, sorry, ik ga even deze doen. Ik heb toch even de koeken met een L zal ik dat de webpagina bestaat. Ik zei ook al, lange vinger Lely. Lange vinger Lely. Lely. Het is beslist, Luikse Wafel Lely. Groot nieuws, Luikse Wafel Lely is geboren. Ja, prachtig. was dat er bij de A eigenlijk? wel dat ik mijn kind nog kunnen noemen dan... Doei, dat wordt al moeilijk. Antwerps he? Handje Agnew. Ja. Antwerps <laughs> Handje Agnew. Ja. Arnhemse, Arnhemse Meisjes Agnew. <laughs> dat is ook een beetje <laughs> Ik boeier. had voor bastonjekoek bekkers kunnen gebruiken. Fantastisch, ja. gemiste ja, kans. Wel. Maar het kan nog altijd veranderen. Het Biscuit Markkaine... bekkers vind ik anders wel een goede. Maar dat is Bisc meer iets voor een nond. Gewoon een nondet. Biscuit bekkers. Dat is een kleine gewoon... administratieve kost, anders iets te veranderen. Butterf ja. butter, butterfinger bekkers, zou het toch niet willen. Butterfinger is <laughs> heel. Uh, ja, brush, maar ik ken niks van die namen. Hoe kan dat nu toch? Je hebt ook echt snel gegooid. Bokkenpootjes. Die zitten in het seizoen, de bokkenpootjes ook trouwens. Dat is sowieso een vriend, hè? Bokkenpootjes. Wie dat ook was, sowieso. Ja, tussen. Dat was een aflevering dat er een beetje. Ik was niet helemaal mee met de bokkenpootjes op dat vlak. Oh. Stilte. De bokkenpootjes? Akkoord goed, stilte. Ja, daar was ik niet helemaal mee mee. De. Vond ik ook altijd wel goed. Dat vind ik altijd leuk. Er zijn een aantal geweest. Maar zo de, de... En ik herkende dat ook wel. Ook al vond ik de personen in kwestie zeer aangename mm. mensen. Maar degene die bij u komt en over de rijstwafel begint. Dat is zot, te doen. hè? Ja. En, en, ik, en de mensen die het gekozen hebben, dat zijn topmensen. Ja. Maar ja, dat is wel. Incoming ja, hate. Maar laten we ze, ze shamen hier. Hè? Mathieu Terijn, Koen de Porter, die hebben het gedaan. Ja, maar maar. Schande, schande hè? Ja. Vooral de schande. Mathieu die na, na heel zijn leven lang super lekkere dingen eet, maar dan over ja. koeken gaat en dan over een rijstwafel beginnen. Ja, inderdaad. Gaat nooit begrijpen. Dat is hem te veropen en die raas te dat zijn de twee dingen waar de Mathieu dringend deed om te tonen. Is genoeg geweest. Twee factoren en dan is perfectie. Dan is het een perfecte score. Behoorlijke score wel, nog altijd. Dat is waar, dat is waar. Hij doet het goed, zeker. Nog altijd een 9,5 op 10. Maar godverdomme toch. Hoe is dat nou, mogelijk? Is het leuk te doen eigenlijk? Ja, het is eigenlijk een best of geworden qua koeken. Heel veel koeken komen terug. Want ik vraag gewoon, wat is uw favoriete koek? En dan kwamen er dingen die al geweest waren. En dan denk ik, eerst van, moet ik zeggen, van, pak een andere, maar ik dacht van, nee, als uw hart, hart deze koek bevat, mm -hmm. laten we er dan voor gaan. Dus het zijn veel classics die terugkomen. Ik vind wel, wat ik heel cool vind aan de standaard koekhandel, is zo, um, als je zo een aantal mensen tegenkomt, hè, die je dan in het professionele leven ja. tegenkomt, dat is al een paar keer, en dat zeg ik echt niet om, uh, om meer feel-good te doen, maar zo af en toe... Dus ja, bla bla bla, dat is leuk joh, ja, dat zijn wat tegengevallen of zo. Ja, nee, dat komt niet door. Of joh, ja, die piloot, bla bla bla. Maar ik zit wel in de standaard Cook. Ja, <laughs> dat zit er een van vol. Dat ik zo denk, dus, ik snap het hè. ik snap het volledig. Ja, maar zo, ja. Dat misschien ook wel leuk is dat je die een hoofdrol in je film had gehad of zo. Kijk, uh, uh, graag gedaan zou ik zeggen. <laughs> er is niet doorgegaan, maar ik zat wel in de standaard. Hey, kijk, dan pak je ze niet meer af. Alex. Dat zal wel. Godverdomme zijn. Wat, wat had ik ik nou weer gekozen? Ik weet het die al. Je had niet meer de zebrakoek. Zebra ja, zus. Ja, 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 ja. Ik had er nog zo'n andere, maar dat was zo'n ene die je alleen maar van ja. tijd tot tijd verkrijgt. Want ik krijg mensen. heel vaak ook berichten. Want af en toe komt die in de Aldi terug ja. of zoiets. En dan krijg ja. ik vaak berichten van mensen ijster. Ijster. Ja, ja, de, de, de disco biscuit disco of wat wat de ja, disco. Ja, disco biscuit. Ik denk dat dat is. Ja, ja, ja. 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 Lekker. Ja, en die ene waar we het voor keer over gehad hebben, dat was echt een probleem. Van nee, Jonas nee, Schein nee of de, de maar dat is echt... Ja. Nu, ik wil echt van Lotus toch een keer een, een, een bedankwoordje zien Want ja. dat, dat hebben wij toch echt... Dat, ja. dat hebben wij in de markt dat gezet. Dat moet in de grafiek Maar ik stijgende lijn ik heb er echt ongelooflijk veel berichten ook over gehad. En het is wel terecht. De mensen zeiden van, ja, die is echt terug. En er zit een grote rayon en al dat soort dingen. Volledig. Maar ik heb hem zelf ook... Nu zeg ik even over, want hij is heel lekker, maar hij is... Echt heel zwaar. Hè? Het is een vommeke. Ja, maar het is, het is wel waar. Ongelooflijk lekker. Smeug ja. is het woord. Smeug. Ja. Dankjewel, vader van Jonas Geernuis. Ja, Ook ene dat je niet <laughs> graag deelt. Uh, moeilijk te delen ook, hè. Het is, uh, het is ook, ook uh, Dan moet er al iemand een stuk laten afbijten ja. en ze ik al geen afstand. Als het moment dat de chocolade zit of marsepein, dan zit een rap zo ook al uh, vingerafdrukken op. Als je ja. als dit ook niet altijd even smakelijk. <laughs> Trouwens, ik was straks eigenlijk, even niet gewoon googlen. Ik had inderdaad stick of butter, maar inderdaad de fried butter, fried, fried butter, butter, ja, ja. Ik zou butter. het zeker proeven. Ik voel het wel. Ja. Ik voel het wel. Ja. ja, dat is echt een Magnum mijn <laughs> dat je Gedaan in een frituur. Propt. Maar, dat is. Ja, dat is gelijk. Heeft er iemand al ooit een corndog gegeten? je nee. dat, dat heb ik ook uh, ja. nog nooit gedaan. Nee. Ik heb dat eens in Amerika gegeten. Ja, was dat lekker? Ja, maar ik denk dat ik niet zo'n speciale of zo... Ay, dat was oké, okay, maar je moet, ook, ja, je moet dat dan ook echt gewoon eten. Het, uh... Dat is een beetje een biffy hotdog nee. die ook gefrituurd is dan. Ja, of zo. ja. Uh, ja met zo'n kroetje rond eigenlijk. Heerlijk Christus, man. Ja. Uh, dat is ook zo, dat zijn van die dingen waar ik... Ja, als ik dat zie, dan denk ik toch... Ik ga dat waarschijnlijk wel weer lekker vinden, ze Ja, ja. Maar ik heb ook gruwelijke smaak als het over sommige dingen gaat. Ja, dat is gruwelijke smaak. Dat ziet er nou niet slecht uit, ook. Nee, nee, nee. Nee, nee maar je, nee. je, je weet toch wat ik wil zeggen. Dat is allemaal zo verschrikkelijk ongezond en, ja, en, ja, ja. en ja. junk tot en met. Dat probeer ik altijd te zijn in standaard Het is vergif. je gaat er dood aan. <lacht> <lacht> maar, uh, zit er zo'n zo waarschuwing zo van... Uh... Uh, uh, uh... Nou, ik zeg het regelmatig, want het is een drugsreo. Hè. Ik bedoel, misschien uh. is het daarom dat de sponsoring al uitblijft. Omdat <laughs> ik heel eerlijk ben over... Het is, het is, uh, ik ben verslaafd, maar... Maar, uh, ja, het is, uh... hey, dat was gek. Als uh, uw, uw zoon wat ouder is, is dat iets waar je mee. Bezigste dat je denkt. Ik, ik denk soms, maar je kunt dat niet doen. Je kunt, je kunt niet zo je zoon Truman Show gewijs uh, nooit leren wat dat chocolade betekent en koek. Zo, hem zo in een kamer houden en zeggen: Dit is mm. appel. Soms denk ik wel dan <laughs> zo, als je zo reverse psychology zou doen en zeggen: Van uh, hier hier zijn Twix en Oreos, eet zoveel als je wilt, maar blijf van de appel in de kast. Ah, ja. Dat zo omgekeerd dat dan als de appel zou willen hebben. Ja, en, en dan, 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 dan zou je zo één keer die in een appel en dan denk en dan, op, Nee, ja, die een Twix gaat nee, ja, ja, toch verledig. winnen zo. En dan heb je je zoon verpest omdat de strategie niet werkt. dat is ja, uh, nice try. Ik, uh, ik hoop dat het werkt, dat soort uh, reverse psychology. Maar ik geloof er eigenlijk niet, om te zijn. denk het ook niet. Nee, man heb je gezien, maar we was een Dominic van Malders in een koek. Weer. Die heeft iets zot gedaan. Dat heeft een kaaskoekje. Oh, die is ook ja, goed. Die kanasta. Ja, 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 ja. Dat vind ik ook kei lekker. We hebben die, die, dat seizoen, dat was ook met u trouwens bij, hebben we in de cinema ook gedaan. Ja. En toen hebben er echt heel veel mensen mij komen bedanken dat ze, dat, dat kaaskoekske dat ja. ze dat hebben leren kennen door, door die. Door die door de ja, riks. dat is eigenlijk ja, goed. hebt die ook zo in van die lange, lange buisvormige ja, ja, ja. Misschien nog dat is, beter zelfs. Dat is, ja. ook, dat is ook een beetje dat. Die ja. moeten zo afbreken. Want dat is zo'n heel oh, rijke dat hop. zo om elkaar vastzit. Wie zegt altijd de camera met de drink? Dat is, zo, komt altijd, dat is ook een, een, een soort yeah, is, ja een un, un, unsung hero <laughs> zeker poster. dat is fausto dat is mijn cameraman monteur die doet het, die doet het allemaal de, de techniek uh, uh, die ja. komt de cctv ster zo uh. die komt bij mij altijd ja de de, de afleveringen draaien uh, top ook voor het volgende seizoen mm -hmm. uh, zeker zeker die komt nog een seizoen ja, dat komt oh eruit. Right. Ja. Cool. Seizoen 5. Cool. Ja, ja, de... want dat, dat is hetgeen dat je in de cinema ja, gaat doen. Hoor. Ja, dus ja, dat, dat heb ik toen dat, ook gedaan, twee seizoenen geleden, met uw aflevering. Ja, ja. Dat, dat was heel leuk. Dus eigenlijk, uh, mensen kunnen een ticket kopen en ze krijgen dan uh, alle koeken van het seizoen krijgen. Ja. Ze. Uh, en uh, nu ook in een, uh, in een mooie koekendoos die we gemaakt hebben van standaard koekhandel, een blikendoos die ze nog jaren ja. gaan kunnen gebruiken. En dan zitten ze in de cinema en ik toon alle afleveringen op het grote scherm. En voor elke aflevering zeg ik: haal deze koek boven. Dan krijgen ze 30 seconden om die koek uit de doos te halen en klaar te houden. Ah, ja. En dan kijken ze naar de aflevering en samen met mij en de gast proeven ze dan de koek. En dat was heel leuk, want bijvoorbeeld bij uw aflevering daar, ja. kan, uh, iedereen wacht totdat jij proeft ja, ja. Op het scherm voordat iedereen. En die kunnen echt controleren. Is dat echt een soort sociale code? Ja, want je hoort potstroor in heel die zaal de papiertjes wat ze aan het open doen zijn. Omdat Alex ook zijn papiertje open doet. Dat was een zo leuke avond, En we gaan het nu gewoon opnieuw doen. Dat is op 11 mei. En het is voor het goede doel. Het is een Gentse vz 2 Dus luister op. Het is een kinepolischend. Een ja, Daar kun je ticketjes voor. Het is heel leuk. Ik steek die doos vol koeken. Ja. maak je geen zorgen qua calorieën, komt het goed die avond. Hmm. Ja. Ik had dus uh, ja. Je, en, even zakjes dus, blik en doos. Ja. Je, ik zag je ook in die trailer, als ik is dat ook niet iets blik en doos, blik en, wat is dat niet? Dat is in de Gloria. In de Gloria. Blik, en wie, blik en doos, met ja. daarin een roos. <laughs> Fantastisch. <laughs> dus van, uh, van het is ook als van de van ja, de ja. Uh, ja ja. Ja, ik vind sowieso uh, dat standaard koekhandel gegeven dat is zo. Dat, dat, dat blijft goed, hè? Ja, elk seizoen, zeg ik van: ja, als ik mezelf respecteer, zeg ik van: oké, okay, ja, het is genoeg geweest, hè, het is leuk geweest, nu stoppen. Maar de mensen worden op een bepaald moment zijn ze ook niet meer beleefd in hun berichten naar mij. <laughs> worden zo, de, de, de vraagtekens worden uitroeptekens en zo: <laughs> van uh, nieuw seizoen, nu en dus ik ga gewoon echt de FC de route gaan gewoon tot de laatste kruimel uh, als iedereen het haat dan nog vijf seizoenen en dan stoppen. Ah wel, voilà, perfect. <laughs> maar zijn, zijn er nog uh, nieuwigheden aan, aan de horizon? Heb je het nog altijd dingen waarvan je van zegt, daar kunnen we, hè, want op een bepaald moment zeggen dus ze komen terug en zo, wat ja. mij ook logisch lijkt, omdat iedereen wel zo, je hebt ook maar dat assortiment van koeken. Ik weet niet. S S uh, soms denk ik omdat uh, in, uh, de, af en toe zeggen gasten tegen mij van ja ik ben hier nu in deze koekereo mijn favoriete reo hè. maar uh, ik ben eerder een zoutenman, de chips reo en soms denk ik dat als er een, een soort van afgevaardigde van de chips zou zijn ja. dat die persoon misschien maar eens in de chips moet gaan plaatsnemen om Gasten te ontvangen. Maar is dat, is dat een, een verantwoordelijkheid tegen nieuw winst te nemen? Ik, dat is mijn terrein niet. Dat is ook dat is een veel progressiever uh, rayon. Wat daar <laughs> gebeurt in de chips de nieuwe smaken, dat is allemaal, dat is zot wat daar gebeurt. Ja. De Koekeneo is mijn, mijn veilige thuishaven. Daar voel ik me thuis, daar ken ik het allemaal. Dus ik ga, ik ga daar blijven. Maar mocht er, mocht er iemand zich aanmelden die zegt: van uh, ja, uh, uh, de. de 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 bot koffie... jongens, mijn thuis. Maar bot koffiekoeken zou het ook iets kunnen zijn. Dat zou ook ja, kunnen uh, dat vind ik, als je koekenpauze pauze moet, koffiekoeken dat ook wel kunnen. De charcuterie regio aflevering. <laughs> <laughs> Magere salami. We, halen, ja. <laughs> we smaken proeven er even van. Dat zou ook nog ja. wel zijn. Ja. Heeft, in, in die zin is alle. Pascha. Oh. Dat je dat soort dingen. is niet gelukt bij mijn dochter. Nee, ik, ik, ik weet dat aan de veranderende tijden. Wat is dat? Dat is een soort, dat ziet eruit als like leverpaté. Maar dat is geen leerling, Je verkoopt het maar... goed, uh, Andries. Ja, maar ze zeggen het wel. <laughs> exact. Ik wou het zeggen. You're selling it very well. Maar het is wel zo. Met Hagelslag op en daar is een soort chocolade. Uh, ah, wow wow, vlees uh, met chocolade? Nee, geen vlees met chocolade. Okay. Relax. Dat <laughs> is een soort Wat is dat? Platte kaas of yoghurtachtig ding? Wat is dat nou weer? Jesus. Pascha choco Ja. Ja, dat is dat. Oeh, jullie heb nog nooit van gehoord. Ja, dat wel, wel van gehoord. dat zie je sowieso, je moet, maar je moet echt eens naar een de, naar de soort charcuterie of een betere slager of... wat is dat? O, maar, maar, wacht, maar dus, wat is dat? Wat zit erin? Wat is dat? Is dat... Chocolade. Ja, dat is... Ah, wacht okay. hè. Het is volle... Maar wat zit er nu inderdaad eigenlijk in? Dat is toch een soort platte kaas-achtig... Allee, nee, niet platte kaas, maar zo... Een soort van choco? Paschka? Ja, hier, Pascal. Het ziet er niet Lekker. fantastische op uh, van verse kaas. Het is kaas. Het is gewoon iets. Je moet ook pakken. Dat is ontstaan. In een tijd. Dat wij, in, dat wij nog. Hey, we waren blij met zilveren papier. Die fase waren we ook voorbij. Ja. Hè? Zo erg was het niet. Ja. 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 Maar zo. Een kindersurprise of zo. Dat was echt. Dat hadden we nog nooit gezien. Dus ja. je moet dat wel in die dingen. Okay, ja, ja, we waren iets sneller Tuurlijk. content. Dan iemand, een kleine die nu online uh, Minecraft en speelt. In de historische ja. context gaan we ja. dat plaatsen. Ja. 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 We gaan niet judgen. Maar ja, wel dat ik moet zeggen, als ik dat als kind had, vond ik dat ook niet zo lekker. Ik ben dat eigenlijk <laughs> lekkerder beginnen vinden met ouder te worden. Dus, dus, dat is website. Wel website. Ja. dus Een harde platte kaas met chocoladeschilfertjes op, Met ja, ha ha uh, hagelslag erop. Ja, ja oké. Okay. Ja. Dus ik ga het proberen en ik, la ik, la ik laat het weten wat het... Uh... Ja, ik... ik, 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 ik de, ah, kijk, nieuwe, ja. de nieuwe generatie, bijvoorbeeld. Mijn dochter was, ja, was not impressed nee, of zo. Nee. Die had zoiets... Goh. Terwijl een, 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 een Nutella-choco of zo... Ja. Dat is, ja. dat is een blijven. Ik, ik zet mijn mind open en ik ga het, ik ga het proberen. Ja, Paschka. Maar de... pas, pas, er is iets dat er kan gebeuren, natuurlijk. <analogy> de progressieve chipsrayon, dat vond ik ook wel mooi dat je dat, dat, dat je dat zo benoemde. Met al de gestoorde smaken die ja, daarin komen. Dat is echt ongelooflijk aan het doen. Terwijl je dan vaak toch nog altijd terugvervalt naar in de paar klassiekers. <Sunday> Papiakasout, ja. Dat doe je nog altijd wel, Dat is een zo. Daar kan toch nog altijd weinig tegenop wel, vind ja, ik. Ja, gerebbeld Ik heb zoveel ja. dingen dat je proeft en denkt... Oh ja, hè, heb, ik ook, heb ik nu eens geprobeerd? Maar niet meer, uh, va geen vaste keuze meer? Nou, je hebt zo die Thai Sweet Chili. Dat vind ik een hele goeie. Mm -hmm. Zo van Lays. Die hebben er ook zo een paar van die... Van die een beetje stevigere... Pik -pikant iets pikanter, uh. ja. Je zit er ook in zo'n chiquer pak waar het dan zo duidelijk ja. moet worden dat je de betere chip aan het consumeren zijn. is. Ja. Dat, is, dat, is, dat, is dat een combinatie dat je wel apprecieert? Zo? Dat, wat je tegenwoordig vroeg, de karamelzeezout, de... ja, zeker, zeker. Ah, okay. zeker, zeker weten. Ja, ja. Ja, dus het is niet dat je, je stel je wel open voor. Hey. Zeker, want ik ook, wat dat mensen kiezen bij standaard koekhandel, daar zitten soms dingen bij. Ay, in de comments is er vaak ruzie over de definitie van de koek. Hè? Ik hmm. ben daar heel liberal in. Ik ben een heel uh, progressie. Vrijheid, blijheid, doe, doe wat je wil. Uh, maar uh, dus, er zijn wel veel, um, ja, het zijn een paar gemaakt, ook dit seizoen, dat ik denk daar gaat wel wat debat over komen, denk ik. Uh, wordt het het meest controversiële seizoen van de standaardkoeken? Ik denk het wel. Ik denk dat er soms <laughs> sommige so, bij, op, op de vraag... <laughs> dat een bullshit gesprek is, weet Wordt dit uh, de meest uh, controversiële... Uh, ja, uh, ja, dat er gaan wel, uh, mensen door de mand vallen. Uh, <laughs> de er zijn een paar, een paar koeken dat ik denk van... Hmm, toen ik vroeg, wat is je favoriete koek? Ze gaf mij het antwoord en dat ik dacht van, hm, dit zou wel eens in de patisseriehoek kunnen zich ja. bevinden. Oeh, kijk, Maar ik heb eigenlijk al te veel gezegd nu. Je uh... begint begin een beetje uit te breiden in de supermarkt. Kijk, niet weet, meer Die heeft een, wie een wie rayon. Die weet, dan zitten we bij de deodorant. <laughs> maar moet, moet, moet standaard koekhandel dan niet ook een bijtitel krijgen als het over chips gaat? Ja, dat dan, moeten we, dan moeten we voor, uh, voor iets mee, anders hè? gaan. Maar kijk, dat ga ik dan allemaal in de handen leggen van de... Van de chipspaus boss of pas in die dat dan gaat op zich nemen. Oké, okay, zijn uh, wel uh, big shoes te denk ik. Ik, ik, ik blijf in mijn reëel, dames en heren. Dat is soms een levenswijsheid. Blijf in je, je eigen reëel. Blijf de nieuwe rayon. Kunnen we dat lanceren nu? Blijf uh, in je reëel. Ja. 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 Voilà. Hashtag blijf in je rayon. Stay, stay in your lane. <laughs> vanaf, nu, stay in your vanaf, lane. Nu, vanaf nu, elke keer als iemand uh, zijn boekje te buiten gaat, blijf in je eigen Oké. Okay. Ja. We, uh, we hebben nog wel uh, zo de Andries heeft een tijdje geleden iets gedaan waar we eigenlijk nog nooit over gepraat hebben in de podcast, maar het, we toch ook wel iets. Uh Redelijk opvallend was, namelijk die is gaan eten in het uh, beste restaurant van de wereld in Kopenhagen, Noma, die zo bekend staan voor, uh, ja, toch wel redelijk fancy. avontuurlijke gerechten. Vooral dat ook, want het is eh, je kunt fancy hebben, maar dan eten <laughs> nog altijd dingen waar je van zegt, het is gewoon heel goed gemaakt of het is een twist ja. op een. Ze op zijn een outside of hebt. the box. Uh... Maar uh, Noma is een totaal ander verhaal, en daar, uh, ik heb eigenlijk u um, wel wat filmpjes weten sturen ervan naar mij. En is, maar was het eigenlijk lekker? En wat heb je daar gegeten? Um, ja, ik heb um, het korte zo, dat is, dat is, uh, ja, dat is een, Er is ook een Netflix en zo. je kunnen er van alles over vinden. Ik ben daar last minute naartoe gegaan. Mijn zus is een culinaire journaliste. En die hmm. was eigenlijk met um, twee collega's culinaire journalisten gingen die, maar die hadden eigenlijk, je moet dat, nee, ik kon het opnieuw zeggen. Die krijgen 100.000 aanvragen per ja. dag. Mm -hmm. Die zeggen letterlijk, dat kan ik, hè, dat heb ik achteraf daar gehoord. Die nemen een telefoon niet op, mm -hmm. nee, want wij waren eigenlijk ook een beetje te laat. Als je belt, die pakken je niet op, mm -hmm. niet omdat die dat niet willen doen, maar die zeggen, ja, wij kunnen niet opnemen, want ja, je belt 100.000 man per dag. Ja. Dus je hebt eigenlijk een nummer om mensen het gevoel te geven. Dat is bereikbaar. Dat is bereikbaar zijn. Ja. Mm. Dus dat was eigenlijk allemaal op voorhand gereserveerd. Ik ben dan zo laatste minuut terechtgekomen. Ja, um, heb jij ooit Indiana Jones in de Temple of Doom gezien? Ja. <laughs> <laughs> oh. My favorite. Chill the monkey ja. brains. <laughs> en wel, daar heeft het veel mee te maken. Wow. Ja. En zijn je dan iemand die je daarover zet en ervoor gaat wel? Ja, 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 zeker. Maar je hebt ook geen keus natuurlijk. En het helpt ook wel dat je al 400 flappen hebt ja, neergelegd. Dat, het, uh... hey, ja. <laughs> dat is ook wel. Hey, dan ja. zijn we al bereid om wat ja, meer ja. te eten. Ja, dat is ook 400 flappen dat je op voorhand legt. Ja. Hey, en dan komt er binnen. Ja, je wordt dan wel goed behandeld wat er nog aan zou zeker. moeten, moeten manke mankeren. mankeren. Maar dat is wel. Ja, alles is daar uh, anders in de zin van. Ja, als je er een fles wijn bestelt, dat is niet een fles wijn met een nee. etiket of zo. Dat is zo'n stuk perkament met zo slecht geschreven ja. niet op, want dat komt allemaal uit privébrouwerijen uh, en zo. Um, maar de vraag is: was het lekker? Ja, Tha nee, ja de pauze is echt genoeg. Hè. <laughs> <laughs> Doe, uh... um, dat zijn 18 gangen. Mm. Jezus Christus, man. Dat was ik uh, denk dat er 10 ervan echt objectief gezien. Ja. Heel lekker zijn. En er waren acht dingen waar je. dat eigenlijk niks meer me met. is iets lekker te maken heeft. En Omdat die, voor, die gaan voor. Natuurlijk is dat lekker. Die, die kunnen aan alles koken. Dat zijn de best of the ja. best. Want dat is echt een internationaal gezelschap. Hè. Ik ben er zelfs iemand. een. hoe uh, uh, zie je dat? Een, een vrouwelijke garçon. Zie je dat? Mm -hmm. uh, maakt niet uit. Uit West-Vlaanderen. die daar bijvoorbeeld. zaten mensen uit Australië. Dus dat is de best of the best. Dus, hm. Ja, die, Dat gaat daar niet meer over. Ga het hier lekker zijn? Ja, dat weten die ook wel. Dus okay. die, die hebben allemaal regels. Uh, en dat is eigenlijk een soort andere manier om naar eten te kijken. En dat klinkt heel hoogdravend, hè, als je het zo zegt. zegt mm -hmm, <laughs> ja. zo van... Ja, Jesus dat, dat dacht ik ook, ja. Ja, ja. Maar, als je er dan zit en je gaat ervoor, dan, dan is dat eigenlijk een, een rollercoaster. Oh ja, de ervaring meer dan, er ervaring. dan zo de smaak Maar je weet wat de ervaring is. Dat is ook weer zoiets. Tegenwoordig is alles een ervaring. Hm. Je Weet je nog een tijd dat je gewoon door een festival kon gaan? Tegenwoordig ja. is het... Ja, ja, ja. De ervaring. Ja. Maar daar is dat... Vroeger dat daar... ging dan naar het friteur, nu is dat de ervaring. Voilà. <laughs> maar, omdat dat, maar dat is echt Champions League van eten. Ja, van en, ervaringen. Van ervaring. En ik... Uh, wacht, hè. Maar is is het, het geld waard? Het is absoluut geld waard. Okay, ja, om ja. de simpele reden dat, je, dat ik nu veel meer moeite heb om naar een ander Michelin-ding te gaan. Omdat ik weet, ja, dan ga ik gewoon dingen die ik ergens al wel eens gezien heb, ga ik gewoon heel goed krijgen. Ja. Terwijl dat ik daar... Um, Wacht, ik heb er ooit een, uh, een zien, dingetje ja. van gemaakt. Dus bla bla bla. Ja. Ik kan even zien dat ik hem hier wat kan. kan... Hoe doet dat dan? Mm. Zo zeker. Uh, ah, de zeemermin. Ah, ja. We zijn in Kopenhagen. Uh, ja. uh, hoe kregen we dat zo gespeeld? Ja, gewoon elke 15 seconden. Dus dat was eigenlijk. Zo zie je het er een beetje uit. Mm -hmm. hè? Dus dat, is, dat, is, dat is heel mooi, zo'n typische Scandinavische stuff. 18 gangen. En hier beginnen het al. Ja. Uh, her, uh, reindeer Brain Custards. Wow. Ja. Dus hier zie je, dat, zie je mijn filmpje. Dus dat waren echt uh, ja, reindeer hersenen. Hmm. Die ze dan in een of andere soort: hoe uh, uh, zeg je dat? Soort ja, kusterd in me gestoken. Mm. Dus je moet eigenlijk al. Je begint eigenlijk al, al redelijk zot. eigenlijk. Ja. Dat soort dingen. Dat ja. dit al zo... Is een uh, ja, dit is bijvoorbeeld uh, een, uh, een bijenlarve. Dat zo gefrituurd is. Weet je nog dat je zei... Alles dat in de frituur komt... <laughs> 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 Zijn er al op aan terugkomen? Of uh, gaat dat nog mee. De, ja. Een poe terug in mijn gezicht. Ja, ja, ja. Wel, in de alles wat gefrituurd kan worden... Uh, ja, krijg je precies nooit niet je pauze. Ja. Mm -hmm. Dat gaat niet. Du uh, mm -hmm. Dus... Ah ja, Hier kan ik het doen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld hier, ja, daar zie je de. Uh, ja, larvae, hè, ja, gewoon ja, in het Latijn. b Kijk hoe. Was dat lekker? Mm -hmm. um, ja, eigenlijk wel. Ja. Maar... Maar waar, waar lag je het op? Want dat is, is dat is toch niet de volledige bijenlarve daar? Nee, nee dat, dat was dat op. Die da, dingetje. Da, da, dat er dat boven. Ja, dat liggen, was een stukje wat? vlees, denk ik. Ik zijn het eigenlijk een beetje vergeten. Het was eigenlijk. Maar het was in ieder geval heel lekker. Maar hun filosofie is alles moet. Binnen 50 kilometer van de, het restaurant. Alles wat we daar vinden, of op een of andere manier. Die uh, willen eigenlijk een soort. laten zien dat, dat, dat je niet per se. bonen uit. Uh, whatever the fuck stand moet moet, ja. moet hebben. Een staat. Ja, dus die ja. dingen is eigenlijk, laten we gewoon het best mogelijke eten maken. met dingen die we normaal niet eten. Ja. Okay. En uh, daarom dat ik zeg: Temple of Doom. dat is daar ook een beetje in. Hè? Daar eten ze gewoon wat er in de ja, of uh, zit. Uh, dus als je daar doorheen, maar je hebt ondertussen al, al, al hersenen binnen, je dan hebt dan net al een, een uh, bifutuur uh, hey, uh, larve ja. op, dat is de opwarming. Zit er, de klaar, zijn er nog mee? Zeker, zeker. Zodat dacht dat jij nog mee waart. Toen ja, 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 ja. <laughs> ja ik, had, ik had op dat moment ook al voor 93 euro gegeten. Ja, en ik ja. was er vier minuten. Dus. Uh, dit was bijvoorbeeld oké. Okay, dat, dat is een oregano-blad. Dat ja. is ook iets dat je alleen in een potje kent dat je ergens op kapt. Maar dat is dus effectief een blad. Ja. En dat was een soort taco met een vulling. Dat was heel lekker. Maar dat, was, dat okay. zijn zo de gangen. Dat is unaniem lekker. Er ja. is niks raar aan. Dat is gewoon supergoed gedaan. Mm. Uh, dit bijvoorbeeld. Wat was dit nou weer? Uh, dit was ook lekker. Oh, ja, kijk, lekker, uh, hè? nu hadden we mee. Ja, ja everzwijn mm -hmm. met de lekkerste paddenstoel dat je ooit in je leven gezien hebt. Dat is keikei uh, lekker. Dat is dan wel schoon door zo'n echt blad. Oh, oei, dat dat wordt mee. ook uh, geserveerd ja. in een nest. Wow. Dat ja. heb ik net gezien. Ja. En dan zitten ze wel terug op hun gemak. Hè, want je hebt dan eigenlijk een heel lekker <laughs> stukje vlees <laughs> met paddenstoelen. Maar je weet natuurlijk je weet dat je daar niet... Ja, er gaat iets komen. Hè. En er zijn natuurlijk geruchten. <laughs> hè. Uh, ja. Er zijn geruchten van dat is dat restaurant waar er levende mieren worden geserveerd. Oh, nee, ja. je, en je, je voelt dat wel al aankomen. Ja. Maar je moet pakken: alles is daar impeccable. Hè. Dus iedereen, dat is een top hige uh, decor. Iedereen is supervriendelijk. Je hebt een eigen. Uh, tafelmanager, met alles. Het decor. Uit, uh, uh, daar moeten we nog uh, uh, eens even uh, uh, op terug gaan. je voilà. De, eh? de, weet de, je de zei... gezellig, de, de Scandinavische gezelligheid. Ja. is. Ja. Maar wel ja. schoon. Ja. Ikea. He, dus... Ikea. Pra... <laughs> 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 Ikea met streken, he, ja. eigenlijk. Een <laughs> beetje, unique. basically. Uh... En dan kreeg je dit. <laughs> yeah. En dat is een appelsalade. Yeah. En ik zal je gewoon zeggen, ze hebben geen uh, appel. Werkt heel goed met citroen. Dat is zo, appelsalade met citroen. Maar... Dat is een uitleg dat mij gegeven is, dingen dat ik uiteraard niet wist. Mm -hmm. In het Amazonewoud, ja. en er was dan ooit een chef bij hen geweest, hè, bij de legendarische René Rezepi, wat de eigenaar en de architect van het hele ding is, een, een wereldster uh, in de culinaire wereld. Blijkbaar is er iemand die zegt: "Ja, Wij hebben dan niet zo'n citroendingen, niet overal hebben ze dat ter wereld. En mieren schijnt een zeer goede vervanger te zijn als je uw gerecht een soort citrus smakelt ja. geven. En dan krijg je dit. <laughs> Ja, hey en die, die leven nog of die zijn dood? Ja, ik heb daarna niet echt zo. Ik ja, jij zo even ge geduwd, te zien, beweegt hem nog? We hebben, uh... niet, we hebben niet echt, ik heb geen individuele momenten maar gehad. Maar dat met is die zo één grote practical joke die ik daar ga <laughs> Iedereen ah, komt daar binnen, oh. oh ah, well. Maar ik, ik geef toe, het is een beetje... Die, denk... zijn, die zijn al die die plat van het lachen in die keuken, <laughs> <laughs> hebben het opgegeten, <laughs> 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 hebben het opgegeten. Heb je zelf de foto ja, van gepakt? Hij doet alsof dat lekker is, mannen, hij doet alsof dat lekker is. Hij kan niet meer terug. Hij kan niet meer terug. Wat heb je hier nog liggen op straat hier? Ik geef toe, ik geef toe. Deze oude sok. Ik kan een klein, een bitter Creëren. <laughs> ik geef toe, het kleren van de keizer um, ah, ja, ja. gegeven uh, is, het, ik noemde het Temple of Doom, ja. maar ja, goed ik, ik blijf het wel zeggen, je zit dan op dat moment zit al 170 euro kwijt en je zit er ja. al drie kwartier, dus het helpt ook wel, denk ik, maar eerlijk is eerlijk, en als je me een kent alleen, mm -hmm. ik vind dat niet moeilijk om door bullshit te, ja. te trappen en zelfs als het me geld zou kosten, dan zou ik het nog eerder zeggen Dat was wel lekker ja, en cit citroen? Ja, absoluut. Mm -hmm. Je ja, okay. wilt dat nou zeggen dat ik. Ja, en zeg... dan dus ook zo wel laten kraken in je ja, mond, zo, dat je voelt van. Hier neem ik een mier uh, mee. Ja, als ik, 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 of ik, ik zie... dat zo wel vermeden, zo. Ja, je gaat er wel voor of zo, ja. hè? Maar het is wel een moment. Okay. Ik geef het een moment. Maar ik zal ook al spoileren. Het, het, is wel, is, interessant, het is nog niet het ergste. Interessant, want uh, uh, een andere manier om citroensmaak te krijgen is met citroen gewoon. <laughs> dat is ongelooflijk. Ik, ik kan het iedereen aanraden. Zo'n een fles, fles pulko. Ja. Dus <laughs> daar krijg je dat ook mee. Hè? Geen mieren, maar een beetje citroen <laughs> ja. voor de citroensmaak. Ja. Ik kan daar verdedigen, kan ik mij nee, niet. Hè? Nee, nee, maar ik, je doet, het, je doet, goed. Ik, ik, doet ik, het goed. Ik probeer, uh, ik probeer ja, een objectief ja. slag te geven. Ja. Uh, maar je ziet, ja, het is hard, hè? Man, dat ja. kleuren ook allemaal. Hè? Ja, want ook hier, ja. dit denk ik dat ik het. Uh, hey, uh, ik denk dat ik dit eigenlijk nog het zotste stukje vond. Als, uh, als de appel naar boven gaat, mm -hmm. je moet je zien ah, de, wat die erin zitten. Zie je dat? Ja, ja, die zitten. Ja, ja. Ja. Ja, dame, het is, ja, het is weg. Maar dat is echt zo. Ja, dat schraapt daar zo aan weg. Hè? Mm -hmm. Dus je moet ook echt letterlijk met je lepel de mieren uit die binnenkant eruit halen. Het is dingen dat je niet vaak in je leven doet. Ja. Nee. Maar goed, dan hadden we natuurlijk nog niet de rendier pijn is gegeten. <laughs> Een wel. Ja. wel. Het is een rendier ja, ja, ja. ragout. Ja, dus... Het ja, ja, ja. is wel heel belangrijk. Wel natuurlijk mooi geserveerd in een vijgenblad. Tuurlijk, tuurlijk. Ik bedoel, even voor de meelozers. Penis in een vijgenblad. Heb, ah, ja, je, heb je gezien wat er mooi. daar gebeurd is? Ja. Poëtisch. Kijk eens ik zal één ding zeggen, dat vond ik niet lekker. Nee. nee. Uh, het penis... Um, dan we het was lukken... het het idee dat je wist dat het penis was, nee. of vond het nee, gewoon nee, niet want lekker? Ik bedoel, ik, ik denk dat er een hele hoop jokes zichzelf aanbieden Maar jij bent wel de enige van ons die eaten cock. Ehm... Um, uh, Hey. 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 Allee, op, buiten, buiten die zatte avond, die men is nu tijd waar we nooit meer over gaan tuurlijk, praten. Tuurlijk. Hey. <laughs> maar, uh... Ja, er, er was iets mee dat ik, dat ik dacht: goh, uh, goed voor één keer. Ja, ja. 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 En waarom, uh, waarom vonden ze dat niet zo lekker, of wat was uh, daar het... Ja, het had echt niks met de idee te maken, want je hebt op dat moment al hersenen gegeten, je al levende ja, ja. mieren gegeten, ja. kom, kom, gaan we niet flauw doen... Ook mierenpenissen, hè, want die hebben ook ja, penissen. Ja, voilà. <laughs> Op dat moment gaat het ook niet meer flauw doen, hè. Ja, 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 ja. Maar, goed, uh, maar dan kwam er een, een soort tussending, en... Uh, uh, het zou goed zijn we er nu gewoon zo'n een volle tussen zetten, <laughs> of zo, zo, echt basic, gewoon zo... Vol zonder kop, met frieten. <laughs> uh, dit, was, dit was eigenlijk beer. Okay. Ja, beer. Uh, ik wist ook niet dat er in de omgeving van uh, Kopenhagen ja, ook, uh, klaar, beren ja, dan, of, 50, maar, meter ja. of, 50 ja, kilometer. Ja. Maar goed, anyway. Um, dus dat was heel lekker. Beer, mm -hmm. hè, tof. En wat heel tof was, en dat is misschien wel straks, straks ik nagericht toen. Dit bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè, dat je op die lepel ziet, dat is eigenlijk ook karamel van berenvet. En ja, ik ga niet op nozel doen. Maar ik moest ook aan een Twix denken. Oké, okay, ja. Dus karamel blijkt op een of andere manier toch. Beer trouwens absoluut een aanrader. Okay. Echt was kei lekker. Ik kon er nou rapper door. Beer dumpling. Ja. Okay. beer. Dat is ook zo wat. Zo zag je het eruit. Was echt goed. Ziet er goed uit. Ja, was echt mm -hmm. lekker. Uh, ja, oei. Ja, dit is het harde moment, hè? Mm. Eind. Ja. Oh shit. Ja. Yeah. Ja, ja, ja. Dit is een harde. Ik ga nu waarschuwen. Oh, wow. dit, ja. dit is echt Temple of Doom. Ja. ja dat is dus waar. Dus dit, dit waren dus gekookte eendenhersenen. Ja. Ik ga ook eerlijk zijn. Ik heb het toen ook echt gezegd. Dit is mijn grens. Ja. Shit got ik... real. Ja. 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 Dit is uh, ook de poot dat er zo nog wat uitsteekt. Um, ja. Allee, het is hard, hè. Ja, ik zijn wij hypocrieten. Hè? Het is omdat het erop lijkt. Dat, uh... ja. Maar ja. je moet eens zien... Dit... Draai het in gehakt en we vinden ja. het allemaal oké. Okay, ja. Maar als je ja. me ja. nog ja. los in zijn ogen moet zien, dan is ja. het natuurlijk ja. iets vervelend. Ik denk dat het vooral het zotte is dat je moet peuteren. Ja. Dus ja. Want ik heb eigenlijk nog ergere foto's gezien. Ik heb er trouwens heel veel commentaar op gehad, want ik ben dat eigenlijk niet gewoon. Uh, ik heb het toen met de Mathieu ook over gehad. Uh, letterlijk, dat ik zei, Mathieu, ik vind dat niet gewoon om shit te krijgen via Instagram, maar op dat Mathieu zei. Ho, oh, ik wel. <lacht> 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 maar. Uh, ja, ja. we is Maar dit bijvoorbeeld, en dat wil ik eigenlijk laten zien: dit was het dessert. Hè? Ja. En dat was uh, ja, ook weer Reindeer Marrow Caramel. Dus echt het, 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 het uh, hoe zeg je ja. dat? Beenmerg. Be beenmerg, ja. waar, waar ze een karamel van gemaakt hebben. En dit is nog, was nog harder dan de vorige keer: met je ogen dicht. En je, je moest dat echt uitlepelen. Dat was ook denk ik nog met. Uh, ik heb het ook bijgesteld. Ah, dat is een bot dat dat zit. Ja, ja. ja, ja. Oeh, okay, maar uh... er is een soort beenmerk. Er zat ook denk ik rozijntjes in. Uh, en 1700 andere ingrediënten die ik natuurlijk al vergeten ben. Maar dit, Lucas, mm -hmm. Ja, in de standaard koekhandel zou dat wel raar zijn. Als dat erin zou zitten. Het <laughs> zou wel cool zijn als <laughs> ja, ze dat zo in de rayon hebben liggen van, uh, <laughs> ja, zo. van de lokale, van de naaldies, de lokale zo, dingen. Ja. Ja. Deze hebben we trouwens ja. ook. Uh, maar dat was wel keiliger. Dat was goed. Ja. ja. Uh, reindeer Marrow Caramel. Ja. Dus mm -hmm. om eerlijk te zijn, was een topavond. Ik kan die mm -hmm. avond nooit vergeten. Oh, well. Dat was fantastisch. Ik houd dat ook iedereen aan om te doen. Mm -hmm. Al is het maar omdat je gewoon uh, de rest van hun leven een aantal antwoorden gaat hebben op vragen ja, uh -huh. die je wel echt hebt. Zeker. En, Zeker. Uh, uh, ik vond dat wel een, een, een trip ofzo, ik vond ja, echt cool. Ik, ik uh, ben het voor eens met u dat ik denk ik uh, de trip zou kunnen maken, maar ook, ook de kop zou mij ook... ook ja, wel de kop uh, was hard, want ik, ja. ik, 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 uh, ik zou wel eens... Ook al is het hypocriet, uh, dat, dat, is, uh, dat zou ik ook uh, afhaken misschien. Ja, om, om dat ge, en, dat eigenlijk, en dat is eigenlijk een beetje wat ze willen laten zien, hm. hè, laten we het dan toch even, even twee seconden serieus houden. Eigenlijk zeggen ze, het is hypocriet, hè, ja, ja, wij tuurlijk, eten ja. al die shit dat wij ja, ja. In, onze, in onze slagerij zien, dat een eend... Ja, als je die in de Chinees. Want ik heb ook die eend. Dat heb ik natuurlijk niet laten zien. Die eend komt ook de gang nadien. Zoals je ze kent. En ja. dat was overheerlijk. Hè? Mm -hmm. Maar ja, ze zeggen, eigenlijk mogen je niks verloren laten gaan. Dat ja. is eigenlijk een beetje de, de boodschap dat ze willen geven. En, die, en ze doen dan echt hun best om alles wat wij weggooien. Om daar eigenlijk op drie sterren niveau. Ik noem dat het beste ervan te maken, Altijd zij ja. zien dat anders. Ja. Maar, ja. <laughs> maar dat is het wel. Ja, ja zeker, zeker. Ik snap je met van Ik had zo. Mijn, mijn tante was getrouwd met een Algerijn en die woonde in, in Limburg. En als die konijn serveerde, dat was ook met de kop en alles erbij. Ja. En die zoog ook de hersenen eruit en die, ja. die, die, die hebben gewoon die cultuur van dat wordt allemaal opgegeten. Ja. Terwijl bij veel van ons, ja, wij smijten dan dat ah, ja. beest weg. Hè. Ja, dat we het niet herkennen. Zou jij, dus, zou toen, zou jij doen? Je het, doen? Het, het restaurant bezoeken? Ja, ja, we zouden, zouden, alles schieten, zouden zo'n zo'n eende. Ja, wel, de, de eens, oh, ik, misschien dat, dat, ik het wel, oh. ja. Goed, die echt, Vooral die hem dingen ook, die, ja, die hem poot. Ja. Ik, ik vind ook dat het er niet echt, los van het, het idee, ziet er op zich ook niet echt heel smakelijk uit. Dat is, uh, maar het is alleen het enige dat, ik, dat ik, was dat nu eigenlijk lekker? Heb je dat geproefd of niet? Of heb je daar gezegd, hier haak ik even af? Uh, nee, ik heb dat gegeten, maar dat was wel mijn, mijn afhaak. Ja, was, ja. was, het, was het lekker of niet? Uh, nee. Nee. de eind was fantastisch was ja. echt super lekker uh, ze hebben ook die vliezen uh, heb ik ook apart gegeten dus uh, die vliezen hadden ze dan ook weer ja daar doen ze van alles mee gebakken en whatever en gemarineerd ja. uh, en dat is een beetje denk ik, het kraakbeen dan van ja. die vliezen was ook heel lekker dat was een soort ja uh, ja chique sheep of zo zou je het zeggen ze ja. wil lekker maar de hersenen nee ik vond dat niet en ik heb dat ook toen je kunt dat ook zeggen hè, ik heb ook tegen gast gezegd dat is mijn grens. en die dat is een Australiër en die zei ook wel uh, crikey er gaan een paar vegan-luisteraars afhaken ergens, denk ik. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja maar ik, dat is ook wat ik toen gekregen heb voor vegan-mensen. En, en ook mensen die inderdaad ook letterlijk zeggen van... Is het niet kleren van de keizer? Ik bedoel... Mm. Maar als je er zit en je krijgt het mee... Want je krijgt ook... Ik heb natuurlijk ook alleen de, de zotte dingen laten zien. Maar er zit ook overheerlijke... En je smaakt dingen. ook wel... Ei. Je smaakt toch wel dat ik het niet gemaakt heb. dat jij ja, ja, ja. eigenlijk over nagedacht. Ik vond het gewoon mensen. interessant om er iets over, omdat we altijd over eten bezig zijn, maar we zijn eigenlijk altijd over processed food bezig. Ja, 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 en, ja, ja, en dat ja, was ja, gewoon ja. Die, die zeggen van ja, dus is ook dat. Maar bijvoorbeeld, van die dingen like kweeperen en zo. Ja. zo. Of van dat sterf, van die dingen die. Ja, wat ze nu ook een beetje doen met de, je, ken je, de vergeten groenten. Ja, ja, ja. Ja, de schorseneren. Ja, zo dat, ja. die, die maar, pakken maar, dat is, maar het is wel... Toewel, als het echt als het lekker was, waren we het niet vergeten. <laughs> dus, uh... Ik zeg altijd, stel je voor dat je dik zou worden van quinoa. Ja. Het zou geen probleem zijn. <laughs> Ik zou uh, kei mager ja. eigenlijk. Uh. Ja. Nee, het ding is wel, als je, de, als je één ding kunt counteren van vegan dan, is dat je nog wel zou kunnen zeggen, ja, hier gaat het niet het dier behandelen als iets, iets eh, processed, waar je de helft van afknipt en zeg, weggooit. Ja. Hè, maar hier, hier heb je dan een beetje respect voor wat dat daar beest geweest ja. is. Hè. Wat je vaak hebt in, 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 in ja, ook hier, maar in Amerika, dat dan weer natuurlijk zo van die gasten die gewoon jagen en dan zo alles van dat beest opeten en er worsten van ja. laten maken en alles... Dan denkt er nog ja, dan zit er nog een soort respect om die jacht of van wat dat je dan elke centimeter hebt, wordt gebruikt. Ja, dus ja, dan, ja, ja. dat is dan toch nog wel iets anders dan, dan als je echt. Nee. Uh... Trouwens, zou ik ook nog even zeggen: stel dat je er toch geraakt in uh, Kopenhagen. Dat is, want ik ben er niet lang geweest, maar wel nog andere dingen gegeten. Yeah. Dat is wel een ongelooflijk fantastische culinaire stad. Zeker, ik heb daar wel een gegeten, gegeten waar de lekkerste ja teefjes dat ik ooit. Ik bedoel, als je, dat kun je dik worden zijn Kopenhagen. Yeah. Is er aan de Five Guys ook of een McDonald's of zo? De keizer lijst er hier wel in. Ah, verlas ja. <laughs> ik. we eens een beetje naartoe. Hè? Al mijn 18 gangen, dit is frieten. Ja. <laughs> dit is frieten met Cajun <laughs> kruiden. Dit maar... is frieten met gesmolten kaas ook. Maar vind jij dat, jij dat, vind jij dat een beetje te hoogdravend? Nee, want ik, ik, uh, elke keer als ik dan zo iets wat zieker ga eten, moet ik altijd ook toegeven dat gesmaakt wel dat dat. Anders is dan wat je anders eet. Dus daar is het wel een. Daar, natuurlijk is dat een, 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 een kunst om dat te doen. En daar moet je dan wel geld voor vragen. Voor die know-how of zo, hè. Dus. dus uh, ik ben heel benieuwd hoe dat die dingen zouden smaken. Vooral, vooral de mieren, dat ik denk. Hoe, I, omdat dat er ook echt niet goed uitziet, vind ik. Wij, mm. uit mijn ogen dan. Ja. Um, maar is dat ook niet een ding dat ze wilden zeggen, bijvoorbeeld, uh, een kat eten? Ja. Ik mm. hey, bedoel, er is puur uh, denk ik ik kan er geen Ja. Wist ik van mijn mama. Maar in China bijvoorbeeld, weet Dus er is ook maar een afspraak dat Tuurlijk! Het is alle hypocrisie, dat is zeker waar. En daarom dat ik ook denk dat ik toch wel een keer zou proeven van die eendekop misschien. Gewoon om het te weten. En ook om wat je net zei. Ergens is die boodschap ook wel correct. Als je een beest doodt, fret het volledig op. Dat is gewoon een soort tripavond. Ah, waar je heel veel dingen wel lekker eet. En af en toe zitten daar, om de ja. gang zit er iets tussen. dat je, je grenzen verlicht. Maar it makes you think. Ja. Ja, ja. ja, een van de meest populaire gerechten van nu. Allee, dat je het meeste ziet terugkomen in ieder geval. Uh, is, is een soort tartaar hè, met mieren in. Ja. Dus, zo, hè, dus van dat rauw, ja. hè, rauw vlees was een steek tartaar. maar ja. dat is dan zo met die mieren erop. omdat je dan dat citrus smaakje erbij krijgt. en je ziet het liggen. en je denkt wel zo van, ach oh, man, je zou ik mijn eigen toch even moeten overzetten. Ja, hoor. Maar er is toch ook wel iets in mij dat dat altijd wel leuk vindt om te doen. Wels, ik vind dat wel tof om sowieso iets te proberen. Dat je denkt, ja nooit een idee gehad dat ik dat ooit zou doen. Maar, maar, ja. oh, dan kun je daar je Fear Factor gaan opnemen volgens mij in de restaurant. Dan <laughs> <laughs> denk ik, dat ja. Ja, Wel misschien ga ik dat voorstellen dat we allemaal in de NOMA gaan eten en dat dat een aflevering is. Dat zou nog wel tof zijn. Ja, als ik dat dan toch uh, op die manier in mijn mond moet steken, dan heb ik wel graag dat er een chef hard aan gewerkt heeft. Exact, exact. Is dat maar zo dat je iemand het niet zomaar moet doen. Als zo iemand die in productie denkt: shit, <laughs> wangen eraan, budgetgewijs. <laughs> <Wie, kak. laughs> Ik nog iets dat we uh, te weten gekomen, waren, uh, onze goede vriend uh, Iwan Segers, Iwijn die Segers. af en toe wel eens een beetje informatie geeft. Ja, uh, ook in de ze ook, in de, in de ook mee. Ja, die zit daar ook in. Uh, een, een hele, hele, hele goede aflevering ook en een heel goed ja. moment dat hij daarin heeft. Ik zeg het woord debiel en ja. ik laat het voor de rest aan jullie over als je het gekeken hebt, maar wel heel grappig. Je zei dat hem opmerkelijk vond toen, nu als ze met u praten dat jij als comedian een enorme grote fan wordt van Rodney Dangerfield en Norm MacDonald. Ja, zeker. Klopt dat? Rodney Dangerfield is wel niet de eerste waar ik gewoon denk dat is een vele ouderwetsere komiek Zeker, hij heeft heel veel nonkel jokes aan een heel hoog tempo. Uh, maar vooral het is en die ook uh, de anekdotes rond de man zijn die zijn fantastisch als je door de podcast gaat, hoeveel mensen die hij geholpen heeft om te lanceren. Ja. Uh, onder andere Norm Donald en uh, ook Jim Carrey enzovoort. Het is een hele reeks die via hem ook bekend zijn geworden. Ja. Uh, um, dus het is echt een heel, heel fascinerende man om, uh, om eens uh, uit te spitten. En ook heel, er staan op YouTube echt heel grappige sets van hem. Heel snelle. snelle ja, ja, er is een er zijn fantastische momenten. Een van de meest legendarische is dat hij bij Johnny Carson zit mm. bij de Tonight Show. En dat hem daar uh, aan een onwaarschijnlijk tempo ja. One-liners afvuurt. Maar Carson komt ook niet meer bij. Nee, nee. Dat je ook voelt van ja, dat is, dat is, een, dat is een, 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 een soort ouderwetse manier van ook jokes te vertellen. Tuuk, want om... hij is heel. heel Klassiek. Carson moet dan zo een beetje Comedy. zo... die. Want David zegt dan van: oh, my wife, you know, my wife. Dan ja, moet ja. hij gewoon zeggen: zo, uw vrouw. ja. En, 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 en ja, hij, ja. hij spuit hem op. Hij heeft lang heeft, heeft wel boel gehad met Carson. En dan is het allemaal nog goed gekomen uh, uh, op het einde. Dus okay. Dat zal daar vandaar komen. Uh, ja, ja. Ik, ik, weet, ik weet in ieder geval dat, dat wat ook zo cool is om Rodney Dangerfield: is waar dat hem ook voor bekend staat, wat je zegt, mensen te lanceren. Hij had ook een enorm oog. Voor, um, ...voor edgy comedians. He? heel veel gasten die, die zo'n start ja. hebben gehad bij hem. We zijn mensen gelijk eh, uh, Bill Hicks en mensen hm. gelijk Sam Kinnison ...en al die een beetje alternatieve ja. contra-comedians... ...die hadden een plek bij hem. Want hij had ook een club, eh, Dangerfields. Ja, ja, ja. Uh, en daar, daar stonden echt, echt al die edgy komieken... ...die zelfs soms vaak in een regulier circuit minder geboekt werden... Hm. ...omdat die hun materiaal zo wat... Uh, te heftig oh, was. Het zijn verhaal van Jim Carrey die dus eigenlijk uh, eerst gewoon heel veel wow. de imitaties deed mm -hmm. en dan zijn voorprogramma deed van Dangerfield en hij wou stop met de imitaties en hij begon dan zo wat andere rare dingen op het podium te doen en hij balmde elke avond, hij flopte voor het podium, mm -hmm. maar Dangerfield liet hem wel begaan, maar, ja. uh, uh, optreden na optreden, totdat hij dan zijn nieuwe stem gevonden had. Ja. Uh, ja. Wat een, wat, een, wat een ogen ook, hè? Ja, ja, man, ja, 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 ja. Kop, hè. Ja, ja. En die heeft, ook, uh, die heeft ook een van mijn uh, favoriete foute jaren tachtig films gemaakt, Back to School. Dan uh, speelt hem zo'n ja. miljonair, hè, die zo'n die zo, zoon wilt stoppen met, ja. met, met college en dan zegt, dat moet je niet doen, hè. Dat is het belangrijkste dat iemand kan hebben, is een education, hè. Ik heb het nooit niet gedaan, ik heb het allemaal hè, een self-made ja. man, maar wel een mega miljonair. En dat gaat hem ah, nee. mee met zijn, met zijn ja. zoon naar het school. Ja. En dat is echt, ja, dat is, dat is een onwaarschijnlijke funny jaren tachtig-comedie. Ook omdat hem daar Sam Kinnison bijvoorbeeld zit, er ook in. Dat is zo'n gestoorde geschiedenisleraar. Dus dat is, uh, ja, dat is echt een van de leukste foute jaren tachtig-films. Ook uh, zijn, zijn, zijn catchphrase: I, I don't get no respect. Dat, ja. zijn, uh, dat is altijd zijn. Uh... En een catchphrase. Ja, dat is ook altijd. Al die is een. Uh... En deze was de Triple Lindy. Hij was dan zo gezegd: vroeger had hij ooit in, een, art... in een, uh... Hoe zeg je dat? een circus gewerkt. Waar hij dan zo'n soort uh, truc had van de, van de, de springplank zo. Ja. Voor, voor in het zwembad te springen. Maar dan springt hij eigenlijk van de ene ah, ja. springplank op de andere. Ja, dat is waanzin. Ja. Ja, top. Ik uh, vind dat wel een zotte keuze, eigenlijk, voor een mens van uw leeftijd. Ja, zeker, omdat zo, uh, zeker in het begin, als ik ook in stand-up al gerold ben, is gewoon door, door het enorm te appreciëren. En, en uh, dan zijn. je een beetje een, een... Als je begint te zoeken... En nu, nu heb je al die podcasts, die duizenden podcasts van al die stand-ups in Amerika. En zo kom je wel bij alle namen terecht. En, en dan valt op, als je Dangerfield googelt... In hoeveel, um, in hoeveel levens van comedians, dat hij een, een heel grote rol gespeeld heeft van de mm -hmm. bekende Amerikanen. Uh, dus, um, mm -hmm. ja, en ik vind zijn, omdat ik mijn eerste stand-up was ook heel veel korte one-liners. Ja. En uh, dat is hem echt wel. Dat is gewoon korte, korte jokes. Dus ik kon uh, het idee van gewoon ergens toe komen en, uh, en, en gewoon. De setups zijn gewoon oh, ik, uh, ik ben te dik, ik ben te dik, of, ik ben, uh, of ja. mijn, vrouw, mijn vrouw haat mij, mijn vrouw haat mij. Of mijn, zo, gewoon zo dat soort zinnetjes en dan een joke altijd. Ja. Dat was wat ik in het begin heel graag deed ook altijd. Dus. En wat is er nu geëvolueerd eigenlijk? Als je, luistert naar, als je kijkt naar wat je nieuwe show is, hoe zou je zeggen dat je veranderd bent in je manier van spelen? Ik ben veel meer op het gemak op podium. Ik heb ja. echt een rust gevonden. Ik voel mij op gemak. Ik doe niet alleen maar one-liners, ook observaties doe ik. En, uh, mm -hmm. en, uh, en ik voel me echt beter dan ooit op het podium. omdat Ik gewoon... Ik ben minder gestresseerd en ik, ik sta ook minder als een gestresseerd persoon op, op het podium. Niet dat dat ooit een typetje was of zo, maar ik, ik leunde daar wel wat in. Mm. En dat soms, uh, dat ik, ik ben nu vrij op mijn gemak. En ik denk dat het publiek dat ook voelt en dat dat ook helpt. Dat dat ja. ook werkt. Dus uh, in die zin ben ik wel al. al uh, wel geëvolueerd. Ik heb ook tijd gehad, dankzij een huize pandemie, om dat maar te evolueren. <laughs> 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 want, want, want dan wil ik wel eens vragen of zo, als je uit uh, verschillende vragen ineens, hè, maar als je zo, je bent een comedian en geacteerd, acteert. we vinden die rijk stof, maar soms zie je ook, dat, dat is man-normaal zeker, dat je, dat, ook eventjes, dat je ook eventjes acteert. Uh, je doet dus sketchjes, je doet Ideale Wereld. worden een betere comedian van al die andere dingen te doen. Ho, ik vind, want ik vind dat heel typisch. Want je hebt heel veel sorry, heel hey. collega's die hm. allemaal super funny zijn. Uh, hm. hey, als Sarah van Deurzen en niet meer, maar allee, die wel lang. En, ook Ella Leiers En Bert Janssen. Ja. Bert Jansen, die ja. ook allee, zelfs wel onderschat is. Uh, super, super, super. Hilarisch man. Hilaris man, maar ik, die stond nog niet op het podium. Dat is ook niet hetzelfde dan. Nee, maar maar die mensen, veel van die mensen buiten Sarah voelen wel ook niet echt de nood om op het podium te gaan staan. Of zo. In die zin vind ik het grappig... En, Alex zal dat misschien herkennen. Er is soms een beetje een spanning. Dat is nu minder, maar vroeger zo tussen zo de stand-up en televisiewereld. Mm -hmm. In die zin dat stand-ups denken dat ze het beter weten. En televisiemensen denken dat ze het beter weten. Ja. In een, op, ook op hun eigen terreinen of zoiets. Ja. Dus op dat vlak uh, um, uh, is het wel tof om, om die beide werelden een keer uh, te zien. Want het is niet meer een goede stand-up zijt dat je meteen goed functioneert in, in het maken van sketchjes of actualiteiten. En omgekeerd is het ook zeker niet, omdat jij, weet je weet hoe je scenario's schrijft of humor maakt, dat je dan op een podium kunt gaan knallen of zoiets. Mm -hmm. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Ik vind, ik vind, het, al, ik vind het leuk om ze, om, ze, om, ze, om ze allebei te doen. Uh, uh... Maar ze ik een andere comedian geworden? Stel dat je dat, dat, dat ideale wereld, dat dat er nooit geweest was, en dat, dat, u, dat je gewoon een pure stand-upper had gebleven. Ja, ik, ik, ja, ik denk dat dat eigenlijk redelijk verschillende zaken zijn dat je een beetje op, op, op twee verschillende lijnen moet evolueren dan. Ik, 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 ik vind de inwisselbaarheid daarvan redelijk beperkt of zoiets. Een een, een, een publiek is ook totaal iets anders als een, als een tv-studio-publiek. Als je bij, bij een mm -hmm. panelshow zit, dat is, mm -hmm. dat is een, je bent gecalibreerd op, 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 uh, op, op publiek in, 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 in zalen en in, in jeugdhuizen enzovoort. En je merkt meteen als je praat in een panelshow, dat is niet... Dat is niet dezelfde interactie die, die ik nu heb met dat publiek als als ik op een podium ga staan of zoiets. Dus in die zin vind ik dat er, dat er en ik persoonlijk vind dat er niet zoveel wisselwerking is tussen die twee dingen. Mm -hmm. Dat zijn aparte uh, uh, lijnen waarop ik dan evolueer, hopelijk in de goede richting. Heeft dat, heeft dat wel geholpen om bijvoorbeeld, eh, als je veel uh, redactiewerk mm -hmm. doet en je moet nadenken en schrijven, en dat je op een snellere manier informatie verwerkt door iets grappig? Want ik ja. kan me wel voorstellen dat als je zo uit. Eh, je, je zult als je comedy maakt, ga je, je eigen onderwerpen hebben en je eigen fascinaties. Maar dat gaat je niet altijd hebben als je voor tv moet je dat ook doen met onderwerpen die je soms minder interesseren. Dat is waar, of... maar ik zou nooit op stand-up. Uh, ik, ik ga dan mijn kop naartoe gaat, wat mij boeit en wat mij interesseert. Die thema's, daar haal ik ze uit. En inderdaad, voor, voor die ideale wereld moet je soms. Voor de zoveelste keer over Brexit of over corona ja. weer een nieuw idee, puren. En dan is dat leuk. Maar ik zou nooit mezelf dwingen voor stand-up om naar een hoek te gaan die ik niet nie wil of die ik niet nie, nie leuk vind. Dus in die zin uh, is dat de luxe ook van stand-up, gezegd ja. wat je boeit. Elk woord dat je zegt van stand-up is een woord dat hij zelf kiest. Om ja, ja. te zeggen dat is de magie. Dat is inderdaad. Ja. Dat, dat, uh, het, het ene ding dat je, dat je niet hebt. Als je op tv ziet, je moet het helemaal van dat moment hebben. Dat ja. je daar zit. Hè? Dat, ja. dat moment dat je creëert. Dat... En ik denk dat dat toch stand-uppers nog een apart soort mens maakt. Of zo. Dat is toch nog, nog iets. Weinig brexit moppen in mijn nieuwe show. Dus, uh, wie daarvan van is, is eraan voor de moeite. Engelse koeken die wel minder gemakkelijk ingeraken. <laughs> Goed. Alright, cool man. Merci dat je bent gekomen. Enorme dank dat je mag hier komen. En, en, en merci om, om, dat je de reeks apprecieert. Dat vind, nee, nee, uh, vind ik heel leuk om te horen. De reeks is uh, fantastisch. Dus uh, start yeah. op streams, uh, allemaal bekijken. Het zijn ook uh, geen super lange afleveringen. Nee, en dat nee. maakt dat het enorm vlot wegkijkt. Ik, uh, je kunt zelfs eens reageren als je wilt op wie dat je vond dat het meeste op je zenuwen heeft gewerkt. Want er zaten <laughs> wel wat ouders tussen waar ik van dacht: fantastisch trouwens nog altijd, die met de castcast -cast allemaal bekijken, ja, en let uh, uh. op de, de apotheose, want dat was voor mij ah, een van de grappigste momenten van het jaar. Top. Ik heb er keihard mee gelachen. Uh, Lucas, merci om af te komen. Uh, Dankjewel. Uh, wacht, Alex, 11 mei is. was het, hè? 11 mei in de Kinepolis Gent. Dat ja. ik, uh, ticketjes op, uh, op kinepolis.be standaardkoekhandel. En ik geef, dus je krijgt uh, alle afleveringen te zien, je krijgt alle koeken, we gaan fretten echt de hele avond, we <laughs> gaan leuk, echt calorieën, <laughs> we gaan allemaal mottig zijn, en te gaat drie jaar naar een heel goed, Gens, uh, goed doel die mensen helpt. Dus uh, dus uh, uh, als je kunt op 11 mei, wees erbij. Voilà. Klassie. Fantastisch. Pluggen. En natuurlijk nog, om nog, nog het einde te pluggen, ook kwestie van smaak ja. in alle zalen. Vanaf oktober. Voilà, vanaf oktober allemaal uh, te zien op tickets via lucasleli.be. Uh, ja, ja. als ze beschikbaar zijn, kunt u ze daar vinden. Zeker nou, weten. Ja. Prachtig. Ja. Goed, Lucas, merci om Alex, af te komen. enorm bedankt. Andries, merci. Wederom een plezier. Uh, we hebben gelachen, we hebben gehuild. Uh, een, een beetje gewacht ook, Een deel maar. van mij gestorven van En hebben we hebben vooral niet gegeten. Nee, nou, ja. eigenlijk. Hè? Ja. Zo zie je maar. Misschien terug die magere Lucas de volgende keer. Ah, well, nou, wel, om de elke keer als ik pingpong van 20 kom ik terug. Ah, well, zullen, wij, zullen wij yo jo <laughs> met elkaar, dat dus als jij vermagert, dan word ik dikker. <laughs> Dieel, en dan, gaan we, dan gaan we dat zo wat <laughs> uitbalanceren. Zo. Zo, Go. dat was het weer voor ons voor deze week. Ik ben Alex, dat is Andries. Wij zijn Welcome to the AA. En volgende week zijn wij er terug. When we make Monday great again. The first step on the road to recovery. Is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh. uh -huh. ik ben hier aan je voor de zon. Al het ergens over moet gaan. Zend de bestee. na de feest. of Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.